Goedemiddag allemaal. Toen ik de uitnodiging kreeg, toen was ik eigenlijk al meteen smoorverliefd. En ik zei meteen ja. En waarom? Omdat ik het geweldig vind dat jullie meedoen aan een debatwedstrijd. Ik heb mijn hele leven lang één grote hobby gehad en dat was debatteren. En waarom? Ik wilde altijd mijn gelijk halen. En op het begin als klein manneke thuis wilde ik dat wel, maar ik kreeg het nooit. Waarom? Omdat anderen daar beter in waren of arroganter erin waren of meer kennis hadden. En eigenlijk geef ik nou al meteen aan wat van groot belang is als je een keer fatsoenlijk wilt debatteren. Je wil namelijk altijd, tenminste ik neem aan dat dat voor jullie ook altijd geldt, je wil iets verbeteren. En daarom heb je ideeën. Je ziet iets om je heen en je denkt, dat bevalt me niet, volgens mij kan dat beter. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt denken van, zal wel, en ik ga op de bank zitten, zak chips erbij en zoek het maar uit. Dan weet ik één ding zeker, dan is het morgen, is er niks veranderd. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken van, ja, ik wil eigenlijk wel dat dat verbetert. Dat raakt me, ik ben er geëmotioneerd over, of ik vind het gewoon heel slecht, of het probleem wat ik zie lost het niet op. En ik wil daar een steentje bij bijdragen. En dat is nou eigenlijk een samenleving die ik graag wil. Dat iedereen blijft nadenken en kijkt wat er om zich heen gebeurt. En dan ook gewoon denkt van, dat kan beter. Maar hoe krijg je het dan voor elkaar? Dat krijg je voor elkaar door een ander te overtuigen. Nou, dat is waar wij als jury, Ruud en ik, straks ongelooflijk op gaan letten. Gaat dat jullie lukken om anderen, bijvoorbeeld mij, te overtuigen? Nou, daar heb je wat voor nodig. Kennis, woordenschat, lichaamstaal, overtuigingskracht, mooie volzinnen, humor, doet het altijd in de politiek, humor. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik leg de lat dus wel hoog. Ik hoop namelijk dat jullie zeggen van wij zijn de beste en jullie zeggen we hebben getraind. Oké, laat het dan maar zien. Ik vind het geweldig leuk dat jullie het doen. Wie weet kom je ooit ook wel op een politieke stoel. Dat kan hier in de gemeenteraad zijn, kan in de provincie zijn, kan in het land zijn of in Brussel. En dan kan je vast verklappen, ja, dat is echt heel leuk. Opa vertelt, hè, ik zit al 40 jaar in de politiek. Begonnen als manneke van 17. Ik ben nu 58, dus dan weet je het. Gemeenteraad, wethouder, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter, nu burgemeester. Ik heb veel gezien en na 40 jaar, ik vind het nog steeds geweldig. Ik ben er nog steeds verslaafd aan. En ik hoop dat als ik nou straks in het bejaardenhuis zit en ik de televisie aanzet en ik zie een debat waar dan ook, dat ik denk van, die ken ik. Die zat in het scholierendebat in Alkmaar. Wauw! Daar ga ik op stemmen. Nou, ik ben benieuwd wie dat voor jullie gaat worden. Doe je best vandaag. Wij gaan met ongelooflijk veel belangstelling kijken. En vooral luisteren. En ik wens jullie allemaal heel veel succes. En het feit dat jullie hier zitten, dat jullie meedoen, maakt eigenlijk al dat je bij voorbaat gewonnen hebt. Succes. Dank. Ik heb een kleine primeur, meneer Roemer, want uw collega-partij, het CDA, heeft al gezegd dat ze kijken en dat zij een vacature vakant hebben op het moment. En dat de beste debater kans maakt als fractieleider van het CDA. Wat legt uw partij hier op tafel qua prijzen? Nou ja, Alkmaar heeft vanaf juni een nieuwe burgemeester nodig, dus doe je best. We hebben nog een jurylid. Hij strijdt over biodiversiteit, bordensoep en met een B. Bordensoep. Ik heb gezocht, zeker weten. Ja, internet weet alles. U heeft het afgelopen jaar gestreden over biodiversiteit, bordensoep en broedplaatsen. Culturele broedplaatsen. Ja, dat zijn enkele onderwerpen die ik naar de raad toegebracht heb inderdaad. Ik heb alleen die met een B gepakt inderdaad. Okay, ja. Ruud van Lier. Fractielid van OPA en onze juryvoorzitter vandaag. Welkom.
Dankjewel. Jullie allemaal heel erg welkom. Ik sluit me graag aan bij de fractie van het CDA, maar dan namens mijn eigen partij, de OPA, de onafhankelijke partij. En ik denk dat dat eigenlijk voor alle fracties in Alkmaar geldt. Die staan te springen om jonge mensen die deel willen nemen in de politiek. Dus schroom je niet, meld je aan bij die politieke partij. Dat kan zowel landelijk als lokaal. En doe een gooi, want jullie als jonge mensen hebben al gauw een streepje voor. Omdat je, als je nu naar de samenstelling van gemeenteraden kijkt, dat de gemiddelde leeftijd toch 50 plus is. En we zien dat met z'n allen graag rap omlaag. Dus houd je vooral niet in en meld je ook aan als volksvertegenwoordiger. We zijn natuurlijk net al begonnen met een kleine proloog, hè, net als in de Tour de France. We beginnen niet bij nul. Eén van jullie heeft al de gele trui, heeft al een kleine voorsprong. We hebben net in de coulissen een pre-debat gehouden. En we hebben de uitslag daarvan nog even bewaard. Maar zou jij ons uit de brand willen helpen? Wie heeft de eerste prijs en vijf punten al binnengesleept? Inderdaad, er is al één ploeg met een kleine voorsprong. Dat neemt niet weg dat er nog alles kan gebeuren. Jullie kunnen allemaal nog winnen. Maar op basis van de korte presentatie vonden wij als jury dat het Dalton de eerste vijf bonuspunten verdiend heeft. Dus dat betekent dat de rest nog beter zijn best moet gaan doen. Yes, er is iets in te halen. Dalton, gefeliciteerd. Jullie staan vanaf nu voor met 5 punten. Maar na de eerste ronde kan het natuurlijk helemaal anders zijn. We gaan erin, dames en heren. We beginnen in ronde 1 met een lager huisdebat. 4-4. De ene school tegen de andere school. En we gaan naar de eerste stelling. Voordat ik dat doe, heb ik beloofd dat ik onze sponsors nog eventjes kort zou bedanken. George Soros, Bill Gates, Pfizer, Restaurant, Comet, Pingpong en de Deep State. When you're done with Cello. Dank jullie wel voor het sponsoren van dit debat. We gaan naar de eerste stelling. Het gevaar van complotdenken wordt onderschat. Voor zal debatteren het Dalton College. En tegen zal debatteren het Jan Arends College. Jullie zitten mooi tegenover elkaar. Jullie krijgen 8 minuten om alles af te vuren wat je hebt over deze stelling. Heel veel succes. Ik zal jullie allemaal even meenemen naar Duitsland. Duitsland, na de VS, hebben zij het grootste netwerk kanonaanhangers, ongeveer 200.000. En een van die 200.000, dat was Stefan Baljit. En Stefan Baljit die heeft op een middag lekker op zijn zolderkamertje lopen knutselen met zijn 3D-printer. En hij heeft daar een wapen weten te maken. En hij heeft ook bij Kanon heeft die antisemitische gedachtegoederen heeft hij opgekregen. En hij heeft toen besloten om naar een synagoge te gaan om daar onschuldige Joodse mensen te vermoorden. Tot zijn teleurstelling was helaas de synagoge dicht. En heeft hij toen maar twee willekeurige voorbijgangers neergeschoten. Dit laat dus zien dat complotdenken wel degelijk slecht kan zijn. Dat wel degelijk mensen tot misdaden kan zetten. En daarom zijn wij het ook met de stelling eens dat complotdenken zwaar wordt onderschat. Nou, wij zijn het tegen de stelling. Het gevaar van complotdenken wordt onderschat. Wij zijn van mening dat er in de media al genoeg aandacht wordt besteed aan het complotdenken. Neem bijvoorbeeld Femke Louise, die zich uitsprak over corona. En daar is vervolgens heel veel aandacht naartoe besteed. Wij vinden dat dit soort beelden ook uitvergroot worden zelfs in de media. En de extreme gevallen ook heel erg naar voren komen. En dat het dus niet wordt onderschat, maar ergens misschien zelfs overschat. Ik denk nu juist dat we in de maatschappij waarin we nu leven, dat dit soort problemen alleen maar groter worden. Bijvoorbeeld dan kijken we alleen al naar vicepremier meneer De Jonge. Hij kan geen eens meer normaal over straat lopen en wordt al bekogeld. En hij wordt uitgemaakt voor satanist en kinderverkrachter. Dat is toch niet normaal? Iemand die ons door zo'n zware periode stuurt, dat hij zo belachelijk wordt gemaakt en zo bedreigd wordt. Yes, daar heb je ook helemaal gelijk in. Het is niet normaal en het zou ook niet moeten gebeuren. En daarom zeggen wij ook, het wordt zeker niet onderschat. De media geeft er heel veel aandacht voor en daardoor wordt het voor de mensen steeds duidelijker dat deze complotten niet realistisch zijn en zelfs overdreven zijn. Juist in de media. Het wordt door de media verspreid. En omdat we in zo'n groot social media gebeuren zitten,
wordt het daar verspreid. Neem een voorbeeld aan Lange Frans. Je begint bij een normale video, maar komt uiteindelijk uit bij verhalen over de politiek. Dat wij worden geregeerd, ik citeer, door in en in slechte, satanistische, bloeddrinkende personen. Dat zijn niet hele voorzichtige dingen. En zo kan het nog best gevaarlijk worden als dit soort dingen op straat naar mensen hun hoofd worden gegooid. Begrijp ons niet verkeerd. We zeggen ook, het is gevaarlijk. Het zijn geen goede ideeën. Nee, dat zeggen we niet. Maar we zeggen, er wordt genoeg aandacht aan besteed. Net zoals wat je zei, Lange Frans inderdaad. Zondag bij Lubach, die had een hele aflevering over hem gezet. En de volgende dag daarop was zijn account verwijderd op YouTube. Dus er wordt wel aandacht aan besteed. En het wordt niet onderschat van, nee, het is allemaal niet belangrijk. Er wordt genoeg aandacht aan besteed in de media. Ja, er wordt zeker aandacht aan besteed. Dat klopt. En we zien ook dat er aandacht aan wordt besteed aan het aantal stijgingen van de mensen die de Holocaust, die dat ontkennen of denken dat daarmee met de cijfers is gesjoemeld. De afgelopen jaren zien we, het is bijna een lineaire lijn die alleen maar omhoog gaat van de mensen die dat ontkennen. En daar wordt, daar wordt ook steeds meer aandacht aan besteed dat die mensen dat zo vinden. En ik weet het niet, ik zie dat dan niet voorkomen in de aflevering met Zondag met Lubach. En het is goed dat hij dat doet, dat wordt uitgezonden op tv. Alleen het zou veel meer mogen, want zo'n platform door social media, zoals Carlijn net zei, dat verspreidt gewoon veel sneller en steeds op een hoger tempo. Wij denken dat je kritische vragen moet blijven stellen aan jezelf. Op school wordt er ook best wel veel aandacht aan besteed, maar ook de complotdenkers zijn meestal iets lager opgeleide mensen, omdat ze gewoon niet kritisch zijn. Maar als we kritisch zijn, denk ik dat het niet wordt onderschat en dat het gewoon goed is. Ja. Er is inderdaad een kleine groep die echt heel erg radicaal is. Maar die kleine groep, die steekt wel 5G-palen in de brand en die bedreigt politici. En net zoals die plegen aanslagen, kijk maar naar Christchurch. 1 man die zorgde voor 51 doden omdat hij ervan overtuigd was dat de islamieten een bedreiging waren voor de blanke overheersing. Dit is dus levensgevaarlijk. Nogmaals terugkomend op het punt. Wij denken dat er genoeg aandacht aan wordt besteed. Ik denk dat er juist wordt onderschat naar wat het probleem van complotdenken zelf is. Complotdenken ontstaat door mis aan vertrouwen in de overheid. Geen vertrouwen in de overheid of in je medemens. Ik denk dat dit het probleem is en dat dit is wat onderschat wordt en niet het complotdenken zelf. Want ik denk dat ons systeem hier best wel goed tegen complotdenken kan. Ik denk dat mensen er genoeg voorlichting over krijgen. En ik denk ook dat wij als maatschappij niet allemaal met ons kop in het zand zitten en niet nadenken. Want dat is wat jullie lijken proberen te zeggen, maar we denken wel degelijk na. Dat ons maatschappij er best goed tegen kan. Neem nou als voorbeeld de 5G-palen. Die werden in de fik gestoken vanuit ontwetendheid. Angst voor corona, angst voor kanker, angst voor Alzheimer. Dat het dit alles zou verspreiden. Hier is meerdere malen onderzoek naar gedaan. En dit klopt zeker niet. Maar deze zendmasten, die dus nog geen 5G uitzenden, maar wel zouden gaan dienen voor de 5G, zijn in de fik gestoken. Hierdoor lagen hele netwerken van het 112 eruit. Dat is nog best een kwalijke zaak. Want stel nou dat jij daar lag met een hartstilstand. Dan kon je op dat moment gewoon doodgaan omdat er geen hulpdiensten voor jou klaarstonden. Het is dus zeker heel gevaarlijk. Het zijn niet alleen dat ze mensen doodschieten. Het zijn ook de gevolgen van de acties die ze uitvoeren. Ik heb jullie nu zo al 3 keer voorbeelden horen geven over hoe gevaarlijk het is en dat het heel gevaarlijk is. En daar zijn we het ook helemaal met jullie mee eens. Alleen de stelling is, wordt het onderschat of niet? En dat is niet zo, want het komt veel in de media en het komt veel terug. En mensen weten er veel over en mensen worden geïnformeerd. Dus klopt, deze voorbeelden zijn een heel goed voorbeeld van waarom het gevaarlijk is. En dat vinden wij ook, maar het wordt niet onderschat. Het feit dat wij ook hier gewoon nu al aan het praten zijn over complotdenkers, zegt ook genoeg, ze steden genoeg aandacht eraan. Met 5G, als er geen aandacht aan werd besteed, wisten wij niet hoeveel 5G-masten in de fik waren geschoten. Dus we weten het wel, er wordt genoeg aandacht aan besteed. Jullie hebben het nu telkens over aandacht en over problemen en over complotdenken. Helena, jij zei dat net, maar ik denk dat jullie niet precies weten waar het hier over gaat. Mensen monopoliseren nu hun eigen waarheid. Waarheid bestaat niet meer en feiten worden fabels. Holocaust wordt ontkend, zoals Pepijn net al zei. Men gelooft elkaar niet meer met de coronavaccins. Ik bedoel, 1/3 in Engeland zijn al antivaxxers omdat ze denken dat de
corona niet meer bestaat. Ik bedoel, waar slaat dit op? Oh ja, en daarnaast de opwarming van de aarde. En dat is nog misschien wel het belangrijkste, wordt ontkend. Men zegt dat de ijskappen niet smelten. Maar ik zal zeggen, pak je rubberbootje van de Action en vaar er alsjeblieft zelf naartoe. Dan kunnen jullie het zien. Want waarheid is waarheid, feiten zijn feiten. En ik heb het idee dat jullie hier omheen draaien op dit moment. Want wij moeten geloven in de waarheid en daar kunnen we niet omheen. Jullie ook niet als school. Daar heb je ook gelijk in. We zijn het ook met je eens daarin. Alleen we zeggen ook... dat het niet onderschat wordt. De stelling is, wordt het onderschat of niet? En dat wordt het niet. Dat je zoveel voorbeelden kan noemen, is al een heel goed voorbeeld van het feit dat we het niet onderschatten. Dat was hem dan, de eerste ronde. Jullie zijn opgewarmd. Dat was een hevig debat. En dat vuurwerk, dat gaat zich nog even voortzetten in de volgende stelling. Het zou kunnen natuurlijk, hè, dat ik hier zit tussen teergevoelige, misofone poezeliefhebbers aan de ene kant en druistige tienerpyromanen aan de andere kant. In dat geval ga ik nu echt de lont in het kruidvat steken. Want de volgende stelling is, het door corona ingestelde vuurwerkverbod voor 2020 moet van blijvende aard worden. Jullie hebben 8 minuten. Succes! Nou, het vuurwerk dat ons vernielt, verdeelt en schade aanricht. Het doet meer lief dan leed. Het is niet goed voor ons. En waarom hebben we het eigenlijk nog? Wij staan voor de... Wij zijn het eens met de stelling en zijn tegen de verkoop van particulier vuurwerk. En daarom zijn we voor de afschaffing van vuurwerk. Dank u. Yes. Mag ik even reageren op de tegenstander, meneer voorzitter? Wij zijn tegen het door corona ingestelde vuurwerkverbod moet van kracht blijven. Want vuurwerk is volgens de UNESCO Werelderfgoedlijst een onderdeel van het Nederlandse cultuurbouw. Net als Sinterklaas en net als Koningsdag. Dus waarom zou je het afschaffen als het een onderdeel is van de cultuur van de Nederland, ja, onderdeel van de Nederlandse cultuur? Bovendien, het valt nog. Ja, waarom het helemaal afschaffen als het met name het illegale vuurwerk is dat voor de meeste leed zorgt? Terwijl ook het legale vuurwerk zorgt voor de plezier en het nieuwe jaar letterlijk inknallen en feestvieren dat er weer een nieuw jaar mag zijn. Dank. Bedankt voor het aankaarten van onder andere het Sinterklaasfeest, waar nu ook veel commotie over wordt veroorzaakt. Dat zegt dus ook dat tradities zoals dit vuurwerk ook moet veranderen. En vuurwerk is in principe geen Nederlandse traditie. Het komt namelijk uit het Chinees. En daar wordt vuurwerk, wordt daar ook op één centraal punt, werd het elk jaar afgestoken. En dat laat dus zien dat, dat het vuurwerkverbod na 2020 en na corona ook van blijvende aard moet blijven. Ja, het is misschien niet typisch Nederlands. Nu staat het wel gewoon op de UNESCO-lijst, dus het wordt wel beschouwd als een echt feest, zeg maar, een typisch Nederlands feest. Daarbij wil ik even reageren op het veranderen wat je goed aankaart. Het veranderen van het vuurwerkfeest kan best, ja, dat kan best, vinden wij ook. We kunnen bijvoorbeeld meer inlichtingen geven, toelichting geven op hoe je vuurwerk nou echt veilig moet gebruiken. Dat zou een alternatief zijn op het helemaal verbieden, want waarom zouden we het helemaal verbieden? Betekent dat dus ook meer geen centrale vuurwerkshows meer, zoals bij Rotterdam, wat je op tv kunt zien. Je kunt er ook aan denken om zo'n groot vuurwerkfeest door ervaren mensen te organiseren, zodat het veilig kan gebeuren. Ook de minder slachtoffers. En dan is het ook helemaal niet nodig om het te verbieden. Zoals onze opponent al net heel goed zei. Het is heel goed om een centraal punt te creëren om vuurwerk af te steken, om het veiliger te maken. En daarom zijn wij ook tegen de verkoop van vuurwerk voor particulieren. Omdat mensen niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Het legt enorme druk op de zorg. De ziekenhuizen worden overvol door vuurwerk. En mijn vader werkt zelf ook in het ziekenhuis. Die is op oudjaarsavond, als hij dienst heeft, is het gewoon helemaal vol. Mensen met vingers en handen die ze verliezen. Het is echt verschrikkelijk. Ook voor de dokters, maar ook voor de mensen zelf.
Ik hoor dat u duidelijk aangeeft dat het zo erg is voor de zorg. Maar dan heb ik eigenlijk een vraag aan u, want om hoeveel mensen gaat het dan? Nou, in ieder geval elk jaar zijn er wel twee mensen die vingers verliezen of handen verliezen. En dat is gewoon, niemand wil dat. Iedereen vindt dat verschrikkelijk. Dus. Willen jullie je microfoon uitzetten? Als je het woord hebt gehad, moet je hem even uitzetten, anders doet de andere het niet. Ja, ga verder. Wat dus eigenlijk aangeeft hoeveel dat de overheid wel wat aanbiedt, zoals het promoten van een vuurwerkbril. Maar dat het dus eigenlijk geen zin heeft om dan de mensen toch niet op te zetten. Dus u kunt beter zeggen dat het dan niet helemaal wordt verboden. Want dan neem ik aan dat u ook de vuurwerkshows wilt verbieden. En dat het dus gewoon in één centrale plek moet gebeuren onder wel ervaren toezicht. Ik zal dan even verduidelijken waar wij precies voor staan. Wij staan dus inderdaad voor een vuurwerkverbod. Maar net zoals dat er een wapenverbod is in Nederland, mogen ook gewoon politieagenten met wapens lopen, omdat ze daar professioneel voor opgeleid zijn. Dus wij vinden wel dat er een vuurwerkshow mag komen, wat door professionelen gedaan moet worden, net zoals de Chinese traditie, op een centraal punt. Ook heeft u inderdaad aangekaart dat er veel geld wordt verdiend aan deze vuurwerkverkoop. Maar het is ook belangrijk om te denken aan de schade die er wordt veroorzaakt. Er wordt namelijk jaarlijks 60 miljoen schade gemaakt, waarvan bijna de helft wordt gedeclareerd. En een heleboel wordt ook niet gedeclareerd. Dus de overheid zal daar ook elk jaar ook weer voor die kosten op moeten draaien. Voor de rest moeten we ook niet alleen denken aan de veiligheid en de orde, maar ook moeten we denken aan de schade die het aan het milieu geeft. Want één dag vuurwerk afsteken zorgt gewoon voor 1/3 van alle zware metalen op het wateroppervlak. En dat is echt niet goed voor het milieu. U maakt een heel goed punt over het milieu. Nu wil ik eigenlijk ook aan toevoegen dat vuurwerk is 1 keer per jaar en het geeft heel veel schade. Maar denk ook aan de landbouw. Kan de overheid daar dan niet wat aan gaan doen? Daar kun je het ook... Ja, dat wilde ik even aankaarten. Bovendien, het illegale vuurwerk zorgt voor... In ieder geval, ik wil even beginnen met 30% van het illegale 30% van de huishoudens geeft aan dat ze illegaal vuurwerk willen kopen met verbod. Dus wordt het dan niet eigenlijk een groter probleem als het vuurwerk wordt verboden, omdat mensen graag dan gaan illegaal vuurwerk kopen waar geen controle op is geweest, die veel gevaarlijker is en veel meer ongelukken mee kunnen gebeuren, waardoor het eigenlijk het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt. Illegaal vuurwerk, omdat alles vuurwerk wordt illegaal, wordt het voor de politie veel makkelijker om elk vuurwerk op te sporen. Dus is het veel makkelijker om boetes uit te delen of mensen te veroordelen. 9, 8, 7, 6, 5. Dus is het belangrijk dat we dit verbod door laten gaan. Ja. Ik snap dat jullie dachten, dus... Ze zijn aan het aftellen, er gaat straks een enorm vuurwerk los. Maar dat was het niet. Het is gewoon aan het einde van elke ronde dat hij even aftelt. Dank jullie wel voor het vuur in jullie stemmen in elk geval. We gaan zo verder naar de volgende stelling. Maar niet voordat ik een klein stukje fake news met jullie deel. Er is namelijk al een slogan gevonden voor de te bouwen kerncentrale in Alkmaar. Hij heet Alkmaar straalt. Ze gaan het op de koeltorens ook schilderen. Het wordt prachtig. Maar wat vinden jullie eigenlijk? In onze provincie moet een nieuwe kerncentrale komen. Gaan debatteren Jan Arends tegen het Murmelius. Het Jan Arends College zal voor de stelling debatteren en het Murmelius tegen de stelling.
Kijk, dat klinkt top. Alkmaar straalt. Alvast de slogan, want wij zijn ook voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale in onze provincie. Kijk, je hoort natuurlijk niet vaak wat een kerncentrale is. Wat is een kerncentrale nou precies? Een kerncentrale is een schone manier van energie opwekken die weinig CO2 uitstoot en veel energie kan produceren. Waarom hebben we die kerncentrale nou precies nodig? We zitten op een tijdbom, jongens. Het milieu. We proberen zoveel windmolens en zonnepanelen te installeren, maar het gaat niet rap genoeg. We hebben iets nodig wat veel energie kan opwekken en weinig CO2 uitstoot. Zoals ik net al zei, een kerncentrale. Daarom lijkt het ons een verstandig plan om een kerncentrale te bouwen in de provincie en als een van de eerste provincies in Nederland een goede kerncentrale te bouwen die genoeg energie uitstoot, zodat wij als provincie in ieder geval op tijd zijn voor de bombarst. Wij zijn absoluut voor het maken van duurzame energie. Alleen er is een enig probleem voor Noord-Holland. Noord-Holland ligt heel diep onder zeeniveau. En met de stijging van het zeeniveau, omdat Groenland aan het smelten is, zal dat dus alleen nog maar hoger worden. En is de kans op een overstroming groot, waardoor het risico ontzettend groot wordt. Ook, het is inderdaad, we hebben een klimaatprobleem. Alhoewel, het maken van een kerncentrale duurt 20 jaar. Het klimaatakkoord is voor 2030. We zitten dan dus al voorbij het klimaatakkoord, voordat we kunnen beginnen aan het krijgen van duurzame energie. Waarom zou je dan nu een kerncentrale in Noord-Holland bouwen, terwijl je het veel beter in de Achterhoek van Nederland zou kunnen bouwen? Wat je zegt, de ijskappen van Groenland zijn aan het smelten. Waardoor komt dit? Het milieu. Hoe kan je dit tegengaan? Precies, een kerncentrale. Wij als Noord-Holland zouden als een van de eerste provincies dit moeten doen. Waarom? Omdat wij genoeg geld hebben en dit ook kunnen veroorloven. En inderdaad, het duurt lang om een kerncentrale te bouwen. Maar ik denk dat als wij met man en macht gaan werken om deze kerncentrale te krijgen en er ook genoeg geld in investeren en onderzoek naar doen, dat dit echt wel een stuk sneller kan dan 20 jaar. Ik vind het erg interessant dat mijn opponent aankaart dat er genoeg geld voor is. Er is namelijk recent in het nieuws geweest dat er dus de betalingen niet rond konden krijgen voor het bouwen van een kerncentrale. Een kerncentrale is namelijk niet te verzekeren, want wie wil er nou een kerncentrale verzekeren? En net zoals mijn teamgenote al zei, er is in Noord-Holland een overstromingskans. En door het smelten van het ijs in Groenland, en als al dat ijs gaat smelten, wat zeker gaat gebeuren, zal onze zeespiegel stijgen tot 7 meter hoger. En dat betekent dus dat dat onze dijken dat uiteindelijk niet meer zullen houden. En als we dan een kerncentrale hebben staan in Nederland of in Noord-Holland, en als die überhaupt verzekerd zou kunnen worden, wat dus eigenlijk niet mogelijk is, zal het heel erg heel veel onveiligheid veroorzaken. En daarom zeg ik, geef het goede voorbeeld. Wees de eerste die deze kerncentrale neerzet en dus het ijskappen smelten tegengaat. En volgens mij is het algemeen bekend dat er op dit moment een historisch lage staatsschuld is, wat betekent dat de staat genoeg geld heeft om te investeren in deze kernreactor. En op deze manier dus de smelting van de ijskappen ook tegen kunnen gaan. Mijn opponent heeft het nu over een kernreactor, maar wij hebben die al in Noord-Holland, namelijk in Petten. Dus waarom zouden wij nog een kernreactor, als het eigenlijk over kerncentrales gaat, moeten bouwen in Noord-Holland? Zoals we al zeiden, het is veel beter om in een Achterhoek te zetten of in Limburg, omdat daar geen overstromingskans is. Mijn excuus, ik bedoelde natuurlijk als kerncentrale. En waarom zouden we hem niet in de Achterhoek zetten, maar in Noord-Holland? Omdat we de enigste. Ja. Ik denk dat u probeert te zeggen dat het misschien wel goed zou kunnen zijn voor Noord-Holland om wat neer te zetten. Maar zoals we al een aantal keer hebben aangekaart, is het gewoon niet goed voor de veiligheid van ons. Bovendien hebben wij ook de Randstad hier, wat dus een groot deel van onze economie is. En als dus hier die kerncentrale zou ontploffen of er zou iets mee gebeuren, dan zullen we ook heel veel mensen in gevaar brengen, maar ook zeker de economie die nu al in gevaar is door corona. Jullie noemden net dat er geld tekort was, dat er niet genoeg geld was. En jullie willen het in de Achterhoek bouwen. Nou is Noord-Holland een van de meest welvarende provincies van heel Nederland. En lijkt me niet logisch dat als je al geld tekort komt, dat je dan in de Achterhoek gaat doen en niet in Noord-Holland zelf. En daarnaast hebben jullie het over ontploffen en een kapot gaan van de kerncentrale. Ik denk dat we met de kennis van deze tijd een prima kerncentrale kunnen bouwen die veilig is en niet ontploft. Ik ben het er ook zeker mee eens dat we genoeg kennis hebben voor die kerncentrale. Maar we kunnen helaas niet
ervoor zorgen dat, dat die zeespiegel zo erg blijft stijgen als we dan pas iets gaan bouwen wat over 20 jaar pas nuttig is. Dus we kunnen inderdaad beter, zoals we het windmolenpark gaan bouwen hier in Noord-Holland, zulke dingen nu voortzetten. En als inderdaad er genoeg geld voor is, wat overigens door de overheid wordt gefinancierd en niet door een specifieke provincie, dat we dan die kerncentrale gaan bouwen in dus de Achterhoek. Nou ja, we kunnen nog lang door blijven gaan over van ja, het is niet handig in Noord-Holland, maar zoals je zegt, de zeespiegel stijgt. En volgens het onderzoek van IPCC, die over het klimaat en zo gaat, die heeft gezegd van de 4 mogelijkste manieren om tot 2050 ons aan een klimaat te houden, is allerbeste 4 zijn met het gebruik van een kerncentrale. En anders is het niet, de andere optie is er niet. We moeten een kerncentrale bouwen. En inderdaad, we zitten in Noord-Holland, als de zeespiegel stijgt sowieso. En met de windmolens en de zonnepanelen, het heeft niet geholpen. We moeten iets anders vinden. Zoals jou aankaart, het klimaatakkoord, wat dus al over 20 jaar is, ietsjes korter, zoals mijn medelid al zei, moeten we inderdaad meer dingen doen, maar dat betekent nog steeds niet dat hij hier in Noord-Holland moet, zoals de stelling dus geldt, dat een kerncentrale in Noord-Holland moet. En wij hebben denk ik al heel goed aangekaart wat deze onveiligheden zijn en hebben al meermaals gezegd dat het beter kan op een veiligere plek. Dus ik denk dat het niet heel veel zin heeft om hem dan in Noord-Holland te zetten. Als je zo graag het klimaat wil redden, kun je dus beter snel naar andere alternatieven zoeken, wat al steeds ook gebeurt, en het dus niet in Noord-Holland doen, maar in de Achterhoek. Nog een ander voordeel van een kerncentrale is dat het altijd werkt. Zonneparken, windmolenparken, wat hun al hebben genoemd. Windmolens is weer wind voor nodig. Zonnepanelen is zon voor nodig. Voor de kerncentrale is niks nodig. Dus daarom denken wij dat het goed is om een nieuwe kerncentrale te bouwen in Noord-Holland. En zoals jullie weten zitten we nu in een crisis. De werkloosheid stijgt enorm. En als we kerncentrales gaan bouwen, dan hebben we werk voor de mensen. Want bij Shell, Tata Steel, daar worden allemaal mensen met technische verstand ontslagen. En die kunnen we juist gebruiken om een kerncentrale te bouwen, nu dat die mensen werkloos zijn. De opponent kaart hier aan dat als een kerncentrale wordt gebouwd, dat het altijd werkt. Het heeft altijd voordelen in tegenstelling tot windmolens en zonnepanelen. Maar als het fout gaat met een kerncentrale, waar een zekere kans van is, dat hebben we namelijk al gezien in Tsjernobyl, waar het ook echt flink mis is gegaan. Als dat hier gebeurt in Noord-Holland, dan hebben we echt een heel groot probleem. Dan is de omgeving hier voor langere tijd onbewoonbaar. En Noord-Holland is ook nog eens dicht bevolkt, dus dan zouden er heel veel mensen moeten worden weggevoerd of geëvacueerd. En het is niet eens de vraag of het fout gaat, maar wanneer het fout gaat. Nou, ik ben blij dat je Tsjernobyl hebt pakt. Tsjernobyl was een hele verouderde kerncentrale wat zich niet aan de standaarden hield. En wij in Nederland hebben de mogelijkheid om ons aan de standaarden te houden. En daardoor kunnen wij een goed kerncentrale houden die ook goed functioneert. Dank jullie wel. Ik hoop dat ze hebben zitten luisteren en kijken op het provinciehuis. Want volgens mij is alles wel zo'n beetje uitgewisseld. We gaan naar de 4e en laatste stelling van deze ronde. En daarna geef ik de jury de gelegenheid om met jullie even de balans op te maken. De 4e stelling is voor mij een bijzondere. Ik heb er een persoonlijke betrokkenheid bij. Het is inmiddels al jaren geleden, maar na het uitgaan in Amsterdam liep ik door een klein steegje. En er stond een aantal jonge jongens duidelijk te wachten op een voorbijganger. Ik was die voorbijganger. En die spraken mij aan en die zeiden, zullen wij jouw gezicht eens even verbouwen? Enorm geschrokken natuurlijk, totdat het natuurlijk bleek te gaan om een paar eerstejaars medicijnstudenten die een strakke deadline hadden voor een practicum. Dus ik heb ze toen nog even geholpen, maar het heeft me wel aan het denken gezet over de volgende stelling. De leeftijdsgrens voor cosmetische ingrepen moet omhoog naar 21 jaar. Voor gaat debatteren het PCC en tegen gaat debatteren het Dalton College. 8 minuten. Succes. Wij zijn voor deze stelling, aangezien je al ziet dat kinderen vanaf jonge leeftijd al heel vroeg op social media zitten. Hierdoor krijgen deze kinderen eigenlijk een verpest zelfbeeld wat nou wel normaal is en wat niet normaal is, hoe je eruit ziet. Daarom willen ook heel graag veel meiden al op jonge leeftijd een borstvergroting. Alleen de meiden weten eigenlijk helemaal niet hoe slecht dit voor je kan zijn. Wat de gevolgen hier nou van kunnen zijn. En hierdoor
deze gevolgen kunnen je hele leven beïnvloeden. Want je kan erdoor onvruchtbaar worden. En zelfs in extreme gevallen kan je eraan overlijden. Daarom zijn wij tegen deze stelling. Voor deze stelling. Ja, als 18-jarige mag je stemmen. Hierbij heb je verantwoordelijkheid voor de inrichting van je land. Je mag dienen in het leger en mag met een wapen omgaan. En daarnaast heb je verantwoording om te stoppen voor opa's en oma's op een fietspad met je eigen auto. Maar een knobbel op je neus weghalen, dat mag dus niet, zeg jij. Mijn vraag aan jullie is, wat is er nou zo erg aan? Want spijt is van alle tijden. Ten eerste, ja, je hebt veel verantwoordelijkheden als je 18 bent, zoals het stemrecht, zoals jullie al goed aankaarten. Maar een knobbel op je neus weghalen en dat gaat flink fout, daar heb je je hele leven last van. En vaak kunnen deze ingrepen niet meer teruggedraaid worden. Ja, en natuurlijk is het ook vervelend, al doe je iets doms. Maar laten we ook niet vergeten dat je gewoon wel met een arts in gesprek gaat. En dat is ook zeker niet, je komt langs en je zegt, ik wil graag een borstvergroting of ik wil heel graag die knobbel weglaten. En dan zegt hij, oké, ga maar liggen. Dat is niet hoe het werkt. Het is een langdurig traject waar je dan waar je goed in overleg gaat met doktoren. Dus het is zeker niet zomaar iets wat je doet. Ja, vaak is het wel goed overleg. Maar je hebt ook heel veel particulieren die het gewoon zeggen van, oké, doe ik. Nou ja, niet gelijk, maar ik bedoel... Het is niet zo wel overwogen als sommige mensen denken. Daarbij wil ik nog even terugkomen op het keuze maken. Want de prefrontale cortex, de voorkwap in je hersenen, is pas uitgegroeid rond je 24ste. Dit betekent dus dat tot de 24ste dat deel van het brein nog in ontwikkeling is. En dit deel van het brein is verantwoordelijk voor je keuze maken, je rationele nadenken... En de gevolgen, de oorzaak-gevolgrelatie goed in kaart brengen. Nou, om eerst even te reageren over wat je eerst zei. Er zijn gewoon klinieken in Nederland die hebben een keurmerk. Dus als je daar naartoe gaat, dan wil dat zeggen dat zij goed weten wat ze doen. En zoals Pepijn net al heeft gezegd, als jij aankomt bij je plastisch chirurg met ik wil een borstvergroting, dan gaat hij niet zeggen, ja, ga hier maar liggen. Het is een echt intens proces. Hij gaat je heel goed voorlichten over de risico's en over het proces zelf. Daarbij als je onrealistische wensen hebt, dan zal hij jou ook niet behandelen. Als jij aankomt met een foto van Kim Kardashian en zegt, nou, ik wil haar kont hebben, dan zal hij ook zeggen, ja, hallo, dat gaan we zo niet doen. Om even op je tweede punt terug te komen. Volgens wetsartikel 233 ben je volwassen als je 18 bent, omdat je dan in staat wordt geacht om zelfstandig en verantwoordelijk genoeg zijn om zelfstandig door het leven te gaan. Ja, zoals de tegenstander zegt, volgens de wet is dat zo, maar dat is volgens de wet. Het is wetenschappelijk bewezen dat dat dus niet zo is. En dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat, net als bij drinken, is ook de leeftijd omhoog gegaan naar 18. Maar alsnog drinken mensen als 16-jarigen, dat is gewoon, ja, het heeft niet zo. En stel, jij wordt geboren met onwijze flaporen en daar ben je super onzeker over en je komt uiteindelijk in de depressie terecht. Maar je mag op je 18e nog niet geholpen worden, omdat dat ook een chirurgische ingreep is. Ik vind dat toch best wel sneu dat jullie er zo over denken en dat het per se op je 21ste moet. En stel, ik ben super onzeker over mijn borsten en ik wil die borstvergroting. En jullie zeggen, het mag pas op je 21ste hier. De buurlanden hebben nog steeds deze regel niet. Dus ik kan net zo goed naar de lokale slager gaan in Turkije. En dan zeg ik, alsjeblieft, wilt u mij alsjeblieft helpen? Want het is een simpel economielesje eigenlijk. Vraag en aanbod. Als er veel vraag is, maar het wordt hier niet aangeboden, ga ik die aanbod ergens anders wel zoeken. Dan ga ik wel naar België of naar Turkije. Dus ik denk niet dat het heel erg noodzakelijk is om de leeftijdsgrens omhoog te doen naar 21. Ik hoor jou bij het in ieder geval, of u bij het eerste voorbeeld duidelijk merken dat op het moment dat je wordt geboren met flaporen, dat je dat niet fijn vindt. Maar daarvoor kunnen mensen ook naar een psycholoog toe en daar hoef je niet per se een cosmetische ingreep voor te laten doen. Je mag gewoon wel je zeggen hoor. Maar wat ik ook denk wat zo is, dat is inderdaad zo. Als je daarmee kampt met emotionele problemen, dan raad ik dat ook aan om dat te doen. Alleen dat betekent niet dat, dan raad ik aan om dat te doen. En dan zeg ik niet, verhoog die leeftijd naar 21 jaar. En bovendien, als ik een papiertje heb van mijn ouders, dan mag ik op mijn 16e al, mag ik me bijvoorbeeld een leuk smurfje op mijn schouder laten zetten. Of mag ik mijn tong in tweeën laten splitsen of misschien wel mijn oren laten vergroten. Waarom zou ik dat dan wel mogen doen, maar dat lelijke bobbeltje op mijn neus niet weg mogen laten halen? Zoals u al zegt, u heeft het dan met je ouders besproken. Dus dan heb je er al veel beter, veel realistischer, veel meer over nagedacht.
En daarom zou het eigenlijk wel handig zijn om dan eventueel daar wat meer aandacht aan te besteden. Maar nogmaals erop terug te komen, besluitvorming onder de 24 is een stuk minder goed, als je het goed kan noemen, van jongeren. En in deze maatschappij van heel veel invloed van de media is het best wel snel gedaan. Maar we hebben het niet over we raden het aan om het naar 21 te doen. We hebben het over het verbieden. Maar onder jongeren geldt toch de ongeschreven regel, regels zijn er om te breken. Zijn jullie niet bang dat er een illegale wereld ontstaat met cosmetische ingrepen? Daarnaast zeggen jullie ook dat er gevaren zijn, maar op je 65ste kunnen je borsten die net gedaan zijn nog steeds uitzakken. En nogmaals, spijt is van alle tijden. Dus al doe ik het op mijn 18e in plaats van op mijn 21ste, ik kan er op mijn 21ste net zo goed spijt van hebben van zo'n chirurgische ingreep. Daarnaast hebben jullie het over dat je hersenen nog niet volgroeid zijn en dat ze pas volgroeid zijn op hun 24ste. Maar dan heeft het toch helemaal geen zin om het naar 21 te brengen als dan ook nog niet je hersenen volgroeid zijn? Ik heb even, om op het voorbeeld te komen van die 65-jarige. Het is gewoon veel. Je gunt het in iemand van 18 niet om onvruchtbaar te worden. En ik bedoel, op je 65ste heb je al heel veel van je leven al gehad. En met 18-jarigen dan ben je eigenlijk nog een beetje aan het begin van je leeftijd. Dus je gunt het gewoon niet iemand die 18 is om onvruchtbaar te worden of kanker te krijgen, doordat er complicaties komen omdat je een of andere cosmetische ingreep hebt gedaan. En ik gun het iemand van 18 ook niet om iedere dag jankend wakker te worden omdat hij zulke grote flaporen heeft en gepest wordt en wel opgewacht wordt in een steegje door studenten die wel het gezicht willen verbouwen omdat je er gewoon daadwerkelijk niet uitziet. Is het dan niet een beter idee om meer tegen pesten te doen? Is het dan niet beter idee om mensen duidelijker te maken dat dat pijn doet, dat je dat echt niet kan zeggen en dat onrespectvol is. Ja. Daarbij wil ik ook even zeggen dat onder de dat je 24ste bent, dan heb je het minder nog steeds. En wat dacht je van een idee van het om gewoon beide te doen en gewoon daar met die mensen daar een goed gesprek mee aangaan, maar het gewoon lekker op de leeftijd 18 laten. Ik vind nog steeds dat 21 wel beter is. Wauw, nog in 2 seconden het laatste argument afgevoerd. Een applaus voor jullie allemaal. Als jullie 1 ding bewezen hebben in deze ronde, dan is het wel dat met jullie prefrontale cortexen helemaal niks mis is. Ik ga zo eventjes proeven bij de jury wat zij ervan gevonden hebben. Deze stormachtige ronde vol complotten, kerncentrales, corona, cosmetische ingrepen en konten van Kim Kardashian. Jury, hebben jullie nog feedback voor de teams over waar ze in de tweede ronde nog scherper op kunnen zijn? Nou, eerst een compliment voor iedereen, want iedereen blijft goed bij het onderwerp en er wordt heel goed naar elkaar geluisterd ook. Zelfs veel beter dan in de echte raadsvergaderingen die hier plaatsvinden. Je collega's kijken, hè? Ja, daarom zeg ik het ook natuurlijk. Ja. wij beoordelen jullie op 4 hoofdcriteria en er is er eentje die ik nog wat te weinig zie en dat is de samenwerking. Help elkaar ook. Wat wel erg positief was, is dat mensen ook afwijken van hun eigen argument af en toe en met alternatieven komen. En dat zie je ook niet zo vaak in echte politiek debatten gebeuren. Want dat maakt dat je bij elkaar kan komen. En dat willen we graag meer zien nog. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Ja, jeetje, wat zit hier in talent. Echt fantastisch. Ik zit echt te genieten. En ik krijg argumenten over en weer die mij zelfs ook af en toe denkt van, er zit eigenlijk wel wat in. Dus wat jullie voor elkaar krijgen is dat ik in één keer zelf al ga nadenken van, oh, dat argument had ik zo nog niet eens bedacht, daar heb je echt wel een punt. Ik vond het wel heel mooi bij een aantal van jullie, die zijn steeds op zoek naar nieuwe argumenten. Dan heb je niet dat je hebt ook wel eens van die debatten, dan denk je van, nou, dat heb ik nu al voor de 3e keer gehoord. Ik geloof het onderhand wel. Dat is meestal een gebrek aan een nieuw argument. Dat is ook een vorm van armoede. Maar wat jullie steeds echt heel goed doen, is niet alleen op elkaar reageren, maar met het reageren op elkaar er een nieuw argument op gooien. En dat maakt het sterk. En daar waar ik dat het meeste zie, krijg ik bij mij ook de meeste punten. En ik moet het even zeggen, ik vond tussen Sheila en Tirza, ik vond dat een geweldig debatje even onder jullie twee. Daar zat ik echt even van te genieten. Dus die kwam wel binnen. Wat kun jij er bij het begin ook met gestrekt been in? Dat is,
Dat kan heel erg confronterend zijn naar de ander. Maar jullie liet je daar niet voor door uit van de wijs brengen. En dat vind ik echt heel knap. Nou, jullie hebben het gehoord, vol lof. Iedereen is natuurlijk benieuwd hoe dat zich vertaalt in punten, maar daarvoor zullen jullie nog even moeten wachten. Jullie krijgen tijd om eventjes allemaal aan de oplader te gaan met jullie prefrontale cortex. Om straks terug te komen in ronde 2, daar gaan we een lagerhuisdebat voeren. En daarna komt ook nog een ronde 3. En ik zie al een blik van, hè, lagerhuisdebat, wat hebben ze nog last minute verrassingen? Nee, helemaal niet. Ik bedoelde natuurlijk Brits, gaan we straks debatteren. Het Brits parlementair debat. Om 14:15 zijn we weer terug in de uitzending. En tot die tijd wissel nog eventjes wat uit met elkaar. Laat je op. Tot straks. Sascha, volgens mij hebben we afgesproken dat iedereen blijft zitten in deze pauze, tenzij je heel nodig moet.
Welkom terug, beste kijkers. Welkom bij het wereldkampioenschap debatteren voor scholen in Alkmaar. We zijn aangekomen in ronde 2. We gaan een Brits parlementair debat doen. En dat gaat als volgt. 2 scholen strijden straks tegen 2 scholen. We hebben aan deze kant het Murmelius en het PCC. Die zullen straks allebei betogen voor de stelling. En het Dalton aan deze kant en het Jan Arend zullen gaan debatteren tegen de stelling die ik straks zal introduceren. Per school doen 2 teamleden mee. En zij krijgen elk eerst een minuut om voor dan wel tegen te debatteren. Waarna we nog 10 minuten vrij zullen gaan debatteren. Oké, volgens mij is dat duidelijk. Allora, todo esto claro, no? Vale, avanzamos compañeros. La siguiente declaración es sobre la victoria en Alkmaar. Als het niet was voor een speciale herfstdag in 1573, jongens, dan zou het allemaal heel anders zijn gelopen. Dan hadden we dit debat in het Spaans gehouden. Dan hadden jullie net perfect verstaan wat ik zei. Is het nou achterhaalde nostalgie? Is het belangrijke vaderlandse geschiedenis? Is het niet van deze tijd, de trots van deze stad of misplaatst nationalisme? Vertel het me maar in het komende debat. Als eerste nodig ik uit het Murmelius om te betogen voor de stelling. Zoals de geachte heer Roemer al zei, wij debatteren omdat er iets veranderd moet worden. En wat deze keer veranderd moet worden is het Alkmaars ontzet. Laten we even eerlijk zijn. In principe is Alkmaars ontzet 1 groot zuip- en eetfeest. En hier zijn wij volop tegen. Alkmaars ontzet moet een sportdag worden. Een sportdag zodat wij onze gezondheid kunnen verbeteren. We hebben kunnen zien door corona dat onze weerstand van essentieel belang is. De mensen die geen goede gezondheid hebben belanden op de IC. En daarom moeten we met z'n allen 1 dag in het jaar gaan sporten. Elkaar aanmoedigen. Zorgen dat we met z'n allen gezond worden. En daarom zijn wij voor deze stelling. Dat was zelfs korter dan 1 minuut. Dan hoor ik nu heel graag wat Dalton in te brengen heeft tegen deze stelling in 1 minuut. Oftewel, het vieren van Alkmaars ontzet is niet meer van deze tijd. Het Dalton. Bij Alkmaar begon de victorie. Ik zal jullie even allemaal meenemen naar 1573, zoals jij net zei. Het Alkmaar ontzet. Alkmaar is net ontzet. Wellicht wel een van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de 80-jarige oorlog. En het kan ook wel als het keerpunt worden gezien tijdens de strijd tegen het Spaanse Rijk. Dat is natuurlijk een belangrijk momentje voor ons kikkerlandje. En we vieren dit dan ook op 8 oktober om verbonden te zijn met ons verleden. Ook vieren we dit om verbonden te zijn met elkaar. Dit doen we door bijvoorbeeld in de kroeg te staan, door naar de parade te kijken of door een kransje te leggen. Op die dag kan je een Alkmaarder zijn en al ben je geen Alkmaarder, ben je een Hollander. Deze dag die is er om het in verbindenis te raken met elkaar en met het verleden. Daarom vinden wij dat het Alkmaar ontzet juist zeker en zeker juist nu in deze tijd juist van ons is en juist van deze tijd is. Oké, dan gaan we over naar het PCC. Jullie zijn voor deze stelling, maar waarom? Zoals al eerder benoemd is er eigenlijk geen idee meer van de oorsprong waar het nou vandaan komt onder de Alkmaarders. Als u willekeurige Alkmaarders vraagt, waar denkt u eigenlijk aan als u denkt aan 8 oktober? Dan hoor je een feestje, een parade. Misschien hoor je ergens nog het woord bevrijding ontstaan, maar ik denk het zomaar niet. Wij vinden dus dat het alsnog kan worden herdacht, maar in een andere vorm. Wij denken dat we bijvoorbeeld kinderen kunnen informeren wat er nou eigenlijk echt is gebeurd. Of bijvoorbeeld om toch die sociale cohesie te creëren, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. En daarom zijn we voor deze stelling. Oké, dankjewel. En dan als laatste het Jan Arends. Jullie zijn hartstikke tegen deze stelling. Vertel. Het Alkmaars ontzet is inderdaad, wordt veel gebruikt voor om te zuipen, om te eten. Maar dat is juist goed voor de bindingskracht. In andere landen wordt ook de vrijheid gevierd. Zoals 4 juli in Frankrijk, ook in Iran en in Griekenland wordt het ook gevierd. Tijdens het Alkmaars ontzet was verbondenheid heel erg belangrijk. De mannen hielpen mee, maar ook de vrouwen en de kinderen hielpen mee. Dit is dus echt een hele grote sociale cohesie. Zo'n dag, een zuipfeest, of hoe jullie het ook willen noemen, helpt dus ook om de verbondenheid te bevorderen. Dat was hem.
maar eigenlijk gaat het toch om het herdenken van de mensen die zijn overleden. En de mensen die hun leven hebben gegeven om deze strijd te voeren. En dan is het toch eigenlijk heel respectloos als wij daar een soort feestje van maken en ons misdragen omdat we dronken zijn. Nou, ik denk dat we daar dus een beetje van verschillen. Want ik zie het niet alleen als een dag om te herdenken. Dat kan zeker om de mensen, om de gevallenen die voor tijdens die strijd hebben gevochten om ons land nu te maken zoals het is. Ik denk dat het ook iets om te vieren waar de Nederlander toen voor heeft gestreden. Namelijk het gewetensvrijheid waar wij nu zo trots op kunnen zijn als Nederland. Dat is zeker wel iets om trots op te zijn. Ik vind dat ook dat we dat ook op 8 oktober wel zeker mogen vieren. Mag ik even reageren op het Nederland? Het is een Alkmaars ontzet. Het is geen landelijk feest. Ik heb niemand gehoord die ergens in Maastricht vrij krijgt op 8 oktober. Het is een plaatselijk feest dat alleen wordt gevierd in Alkmaar. Dus dat over het landelijk en Nederlander, dat klopt niet hoor. Het Alkmaars ontzet is juist een symbool van vrijheid. Want vroeger vochten we met z'n allen voor onze vrijheid die we nu hebben. Dus we zouden juist moeten appreciëren, omdat het gewoon iets heel bijzonders is. En het wordt ook gevierd in andere landen zoals Frankrijk met Cato en Juliet. In Amerika ook met de scheiding tussen Noord en Zuid. Het wordt ook gevierd in Iran, want toen één stad, die was in oorlog met Irak en Iran. En Iran won uiteindelijk die stad en er wordt nu in het hele land gevierd. Dus misschien zouden we juist wel een nationale feestdag moeten maken. Omdat het begin was van de kering van de Nederlandse opstand. Dus het is juist voor heel Nederland heel belangrijk. Om even te reageren op het PCC. Tuurlijk is het alleen een feest van de stad, want het is ook het ontzet van Alkmaar. Maar ik ben deel van een vriendengroep. En die vriendengroep gedragen zich allemaal op een bepaalde manier naar elkaar. Maar als ik niet een bepaalde identiteit heb voor mezelf, kan ik ook niet bij die vriendengroep horen. Dus als wij als Alkmaar niet weten wat onze identiteit is, hoe kunnen wij dan deel uitmaken van Nederland, deel uitmaken van onze landelijke identiteit? Maar dan zoals mijn... Ik wil even naar het Murmelius. Nou, ik ben heel blij dat jullie inderdaad niks tegen mijn sportdag hebben. Volgens mij verbindt de sportdag ook hartstikke goed. Iedereen zegt dat andere landen het ook hebben, maar dat is daar alleen maar slechter. Een feest om jezelf je identiteit te bewijzen polariseert. En dat hebben we in deze samenleving al ongelooflijk veel. En we moeten juist verbinden met elkaar. Nu ook met het coronavirus, we moeten samen het doen. En ook dus over de hele wereld moeten we het samen doen en niet gaan polariseren. En ik wilde ook nog even reageren op het Jan Arends, want 14 is een vrij bevrijdingsdag voor de Fransen van de Tweede Wereldoorlog, net als 5 mei. Dus dan vieren we de vrijheid van Nederland van de Wereldoorlog, terwijl de Spanjaard, de 80-jarige oorlog, niet zo wordt beschouwd als zo'n wereldoorlog die zoveel impact heeft gehad. Ja, wat we nu natuurlijk doen, wat jij net zei, we vieren de vrijheid, zij hebben dat al gedaan. Zij hebben daarvoor gezorgd dat wij ervoor kunnen zijn. En ook met die sportdag. Die sportdag is in principe is dat helemaal geen slecht idee. Alleen, wat jij dan zegt is om het allemaal, al het oude wat we nu al hebben, het goede wat nu al mensen samenbrengt, samen met elkaar, zoals jij dat ordinair noemt, suipen in de kroeg. En dat kransje leggen wat ik net al zei, die parade bekijken, kan je prima een sportdag bij doen. Zorg ervoor dat het voor alle generaties is. Maar je gaat toch niet een bladzijde uit de geschiedenis trekken. Je wilt er juist iets extra bij opschrijven. Noem dan die extra informatie, noem ook de slechte kant van de oorlog. Prima, maar ga het niet ontkennen, ga het niet verwijderen uit je geschiedenis. Maar hoeveel mensen kennen die geschiedenis eigenlijk? Want ondertussen zijn er heel weinig mensen die het echte verhaal weten. Die weten niet eens wanneer het geëindigd is. Die weten dat het over een paar Spanjaarden gaat die wij verslagen hebben. Maar wat is de oorzaak geweest? Ik wil het PCC er ook even aan herinneren dat 14 juliet ook alleen Parijs was. Net zoals dat het Alkmaars ontzet ook alleen voor Alkmaar is. Het is gewoon een vrijheidsdag voor Alkmaar om de vrijheid te vieren. Als jullie het niet erg vinden, zou ik graag even een ander punt aan willen snijden, want er is natuurlijk nog meer om te zeggen over deze feestdag. Een feestdag voor een stad als Alkmaar, die niet heel veel plaatselijke feestdagen hebben, is heel erg goed voor de economie. De meeste festiviteiten vinden plaats in de binnenstad. In de binnenstad zijn, zoals jullie allemaal denk ik wel weten, heel veel winkeltjes. Hoe meer mensen er in de stad zijn, hoe meer mensen dus ook winkeltjes ingaan om daar dingen te kopen. Daarnaast is het natuurlijk ook heel goed voor de horeca, want dat ordinair zuipen kan natuurlijk ook gewoon een lunchje zijn, terwijl je net klaar bent naar de parade kijken. En
ook. Ik denk dat jullie dit allemaal wel weten. Alle cafés zijn dicht. En al deze cafés en al deze restaurants willen alle kansen waarin hun cafés en restaurants bomvol kunnen zitten met alle handen aangrijpen. Nogmaals, het is geen landelijk feest. Net als de kaasmarkt, dat trekt veel buitenlanders, want het is een cultureel stuk Nederland. Maar 8 oktober, dat is alleen maar dan hebben alleen maar de Alkmaarders vrij. Dus alleen de Alkmaarders zullen dan de economie steunen in Alkmaar. Wat het dus eigenlijk niet gigantisch invloed heeft. Dan kunnen we beter iets bedenken dat en nog een stukje cultuur Alkmaar laat zien. Maar dat ook buitenlanders trekt en andere Nederlanders. Zodat wel de economie wordt gesteund in Alkmaar. Wat ik ook nog wil toevoegen aan het argument van mijn teamlid, is dat heel veel mensen misbruik maken van de dag dat ze vrij krijgen. Die gaan bijvoorbeeld naar de Efteling of naar een of ander pretpark, omdat ze daar dan minder lange rijen hebben. Dit wil dus niet zeggen dat hun denken, oh, het is een bevrijdingsdag, we gaan dit vieren, maar denken, oh, we hebben een vrije dag, dus we maken hier gebruik van. Jan Arends? Dit is ook nog een hele mooie kans om nog eens na te denken over het culturele aspect. Want het is namelijk, de Nederlandse opstand begon als een godsdienstconflict. Dus het is juist mooi om aan te denken van dat we een tolerant land hebben en dat alle godsdiensten hier gewoon tot hun waarde komen. Nou, als we echt zo'n tolerant land hebben, dan zouden we ons niet afzetten tegen Spanje, maar dan zouden we juist verbinden. En dan wil ik ook nog inbrengen. 450 jaar geleden ontzetten wij ons van de Spanjaarden. Daarna hebben we het nooit gevierd, nooit gedaan. En pas in de 19e eeuw begonnen wij met het vieren van Alkmaars ontzet. Dit is onze identiteit ophangen aan iets wat al lang geweest is. Moeten we niet gewoon in de toekomst kijken? Want elke seconde die het verspilt aan het verleden, die kan je niet gebruiken om aan de toekomst te denken. Ja, om eerst even op het PCC te reageren. Nou, natuurlijk, het is alleen in Alkmaar. Laten we niet vergeten dat we ook het Haarlems ontzet hebben en ook het Gronings ontzet. En dat is ook een voorbeeldje. En natuurlijk alle kleine beetjes helpen in deze zware tijd. Laten we dat niet vergeten. En wat ook zo is, wat jij zegt, een mooie one-liner inderdaad. Maar al willen we nou echt het verleden al willen we de toekomst begrijpen, moeten we het verleden snappen. Laten we dat niet vergeten. En natuurlijk, ik hoor jullie heel veel van, ja, dit is nu pas een feest en neonationalisme. Ja, natuurlijk. Alleen, ik denk natuurlijk dat het is wel mooi dat we als Nederlands elkaar een plaatje eraan geven. En laten we dat gewoon vooral behouden, vooral eren. En we hebben het al zo druk. Iedereen werkt nu onwijs veel. We hebben lange dagen. We werken non-stop. En dan die ene vrije dag, die wordt dan zogenaamd misbruikt. Ik zeg niet het misbruiken, ik maak gebruik van die dag. En ja, inderdaad, als ik dan die keuze mag hebben om naar de Efteling te gaan om dat te doen, zou ik die keuze zeker moeten hebben. Ik mag toch zelf invullen hoe ik een vrije dag invul. Om terug te komen op wat de Dalton heeft gezegd, dat we het verleden moeten begrijpen. Laten we dan deze dag vervangen door naar school te gaan, de kinderen naar school te laten gaan en mensen die zich hebben ingelezen op dit onderwerp uit te leggen wat het nou echt heeft ingehouden. Dat is toch veel logischer eigenlijk? Ja, en denk je nou echt dat een studiedag zo goed helpt? Kom op, interactief zijn, dat werkt veel beter. Ik wil even naar de overkant, Jan Arends. Wij denken niet alleen dat het Alkmaars ontzet gevierd moet worden. Wij denken zelfs dat het nationaal vergroot moet worden. Het Alkmaars ontzet heeft niet alleen te maken met Alkmaar. Eerst gingen de Spanjaarden langs Naarden, via Amsterdam en naar Alkmaar. Heel Noord-Holland heeft hier bijvoorbeeld mee te maken. We vieren Koningsdag. Maar waarvoor doen we dat? Dat is de verjaardag van de koning. Ik denk dat we beter iets nationaals gewoon van de vrijheid kunnen vieren. Alle ontzetten samen. Het hoeft niet per se de goede datum te zijn, maar gewoon het vieren van de vrijheid. Ik wil even reageren. Hoe bedoelt het Dalton een studiedag? Dat ten eerste, daar mogen jullie zo op reageren. Daarbij, wij vinden eigenlijk dat er dan geen studiedag moet gedaan worden, maar een algemene schooldag. En als jullie het willen verbreden naar de rest van Nederland, dan gewoon een informatiedag over hoe wij die 80-jarige oorlog hebben gewonnen. Hoe het de Nederlander heeft beïnvloed. Wat zijn de gevolgen? Niemand weet dat. Niemand in Maastricht weet waarom we 8 oktober vieren. Dus dan kunnen we toch veel beter een lesdag hebben die compleet in het teken staat van het winnen van de 80-jarige oorlog. En wat Alkmaars ontzet daarbij toegevoegd heeft. Stel een vraag. Ik wil een andere opmerking beantwoorden die ik net bij jullie bij het PCC gehoord heb. Ik krijg het gevoel dat er niet helemaal duidelijk is dat 8 oktober niet alleen maar feesten is. Zoals mijn Pepijn net al noemde in zijn intro, is er ook een kranslegging. Met deze kranslegging worden de mensen die zo hard voor ons gewerkt hebben om ervoor te zorgen dat onze stad vrij kon zijn, die worden daar geëerd. Er is ook een ontzetreden van onze burgemeester die ook is duidelijk maakt wat er allemaal gebeurd is vroeger.
dan kan je dat toch op een leuke manier met dus bijvoorbeeld de parade vormgeven, in plaats van dat je de hele dag in een klaslokaal moet zitten. Ik ben erg benieuwd hoe je daar je aandacht bij wil gaan houden. Dan kunnen we toch met de klas, dan gaan de scholen naar de parade. Dan krijg je een hele dag georganiseerd in het teken van Alkmaars Ontzet. Dan hou je de parade, dan hou je de kranslegging, dan hou je de toespraak van de burgemeester. Maar dan wordt het gewoon anders geveerd. Ervoor zorgen dat niet de jongeren naar de Efteling gaan en niet onderwezen worden over Alkmaars Ontzet. In Nederland de vrijheid moet hebben om te kunnen kiezen wat je doet op zo'n dag en om te gaan doen op je dag. En zeker met de vrijheid waar zij toen hebben gevochten. Maar dan hoeft Alkmaars Ontzet niet gevierd te worden. Jullie hadden nog over op het einde. Dat was hem over Alkmaars Ontzet. Ik loop even richting de jury. Een groot applaus ondertussen voor dit spervuur aan argumenten. Ik kan me niet voorstellen dat jullie in deze stelling helemaal neutraal kunnen zitten als burgemeester en raadslid van Alkmaar. Maar hoe hebben jullie deze ronde beleefd? Wat hebben jullie gezien? Wat was goed? Wat was nog te verbeteren in de derde ronde? Je hebt helemaal gelijk. Met deze stelling zou je in de Alkmaarse gemeenteraad met pek en veren weer naar buiten gejaagd worden. Ik denk bijna raadsbreed. Maar dit was voor ons als jury wel een spannende ronde, omdat het behoorlijk gelijk opging. Het was ook wel duidelijk dat er bij ieder team iemand was die zich op dit punt extra voorbereid had. Dus die vooral het woord deed. Maar ik vond dat er weer erg goed naar elkaar geluisterd werd. En ook zelfs een beetje opgeschoven hier en daar qua standpunt. Dus ja, dit was een veel spannendere ronde dan de vorige ronde. Ja. Ja, ik moest wel heel erg opletten dat ik niet op de geweldig goede argumenten inging, of ik het er dan wel of niet mee eens was. Ik had heel erg de neiging om mee te gaan doen en bijna op te gaan staan van, dan ben ik het wel of niet mee eens. En te blijven focussen op welke technieken hebben jullie gebruikt om mij te boeien. Zoals ik net al een opmerking maakte wat me heel erg boeide. Ja, ik schoot echt helemaal in de lach toen jij op een gegeven moment fantastisch jouw eerste opmerking daarna al meteen teruggooide. Van, ik ben blij dat niemand bezwaar heeft tegen mijn argument om meer te gaan sporten. En ik zag iedereen kijken van, oeps, die hebben we laten lopen. Ja, dat is een briljante zet. Dus dit soort dingen, daar trek je wel de aandacht mee. En als je in een debat, en zeker als er heel veel publiek zit, als je het publiek, wat eigenlijk, het is heel erg hoor, maar je debatteert eigenlijk over de hoofd van de ander naar het publiek toe. Dus je moet niet proberen om elkaar te overtuigen in een debat. Maar als je weet dat het publiek zit, dan doe je dat dus eigenlijk over de hoofd van de ander heen om te kijken van, vang ik het grote publiek? Nou ja, en dan als je met zo'n statement in één keer opkomt, poing, je ziet dat iedereen reageert, dan heb je iedereen dus te pakken. Dus die mag je in je zak stoppen. Was dit ook uw manier om in het NOS-journaal te komen dan uiteindelijk? Ja, vaak wel. Ik weet nog dat ik net fractievoorzitter was geworden. Het was een campagnetijd voor de verkiezingen. We stonden er in de peilingen, stonden er gruwelijk slecht voor. Ja, ik zat er net een paar weken, dus en toen moest ik een 1-op-1 debat doen met Marielle Tweebeke. En zij stelde toen een hele gemene vraag tegen mij van, u staat er in de peilingen verschrikkelijk slecht voor. Wat doe je hier eigenlijk nog? Daar kwam het een beetje op neer. En mijn reactie was, nou, je kunt mij van alles verwijten, maar niet dat ik te vroeg gepiekt heb. En ze viel in één keer stil en het was in Carré, de hele Carré begon in één keer te lachen. Toen dacht ik, yes. Ja, die werd die hele avond nog herhaald. Ja, en dan weet je gewoon van, en ik heb degene die mij zogenaamd hele moeilijke vragen moest stellen, die heb ik even in de war gebracht. Dus die weet niet meer welke vervolgvraag je moet hebben. Maar dat maakte mij niet uit. Maar toen ik de hele zaal hoorde te lachen, ja, dat deed heel veel met mijn zelfvertrouwen. Ik dacht van, oh, die komt binnen, die wordt op het 8-uur-journaal wel uitgezonden. Ja, en dan zit je echt in één keer van, kom maar. Dus dat soort trucjes, of het zijn soms wel eens trucjes, het moet je wel in één keer te binnen schieten. Dus je moet altijd heel alert zijn, heel goed luisteren. Wat heeft die gezegd en wat heeft die gezegd? En als je de kans krijgt, je kunt je erop prepareren van tevoren. Je kunt ook over one-liners nadenken. Alleen je moet ze wel op het juiste moment brengen. Nou, jullie hebben het gehoord van de grootmeester. Ga voor ronde 3 alvast op zoek naar de vuile trucjes om je tegenstander het leven zuur te maken en het 8-uur-journaal te gaan halen. We gaan eventjes pauze nemen samen om die trucjes misschien nog te verzinnen of inspiratie op te doen, zodat ze opkomen op het juiste moment. En in ronde 3 gaan we nog 2 stellingen behandelen. Er komt wat lekkers voor jullie aan de kijkers thuis. Blijf kijken. We hebben een lang reclameblok, maar ontzettend nodig dat u daar naar kijkt. Tot na de pauze. Ik hoop dat u er dan weer bent. Tot straks.
We gaan het als volgt doen. We krijgen straks twee stellingen en twee scholen die steeds tegen elkaar gaan debatteren, maar wel volgens een bepaald patroon. Jullie krijgen straks een stelling en er zijn vier sprekers per school die elk om de beurt 1 minuut krijgen om te betogen. De ene school voor de stelling en de andere school tegen de stelling. En vervolgens is er daaraan vastgeplakt nog 8 minuten vrij debat. We gaan zo beginnen met de volgende stelling. Jonge mantelzorgers moeten betaald krijgen voor hun zorgtaken. Was het niet de koning die de term lanceerde of vleugels gaf? De participatiemaatschappij? Vaak bedoeld, de overheid lost het niet voor je op. Burgers moeten onderling zorgtaken oppakken. Omzien naar elkaar, de zorg niet te veel professionaliseren. Menselijker en goedkoper, was de gedachte. Maar de participatiemaatschappij vraagt niet van iedereen evenveel. Ook kinderen en jongeren hebben wel eens flinke zorgtaken. Wat vinden jullie? Moeten jonge mantelzorgers betaald krijgen voor hun zorgtaken? Voor deze stelling gaat debatteren het Dalton College. En tegen deze stelling gaat debatteren het Murmelius. Het Dalton mag beginnen met 1 minuut spreektijd. Heel veel succes. Vergrijzing is nou eenmaal een groot probleem in onze maatschappij. 10% van de ouderen voelt zich echt heel eenzaam. Daarbij komt nog de 33% die zich af en toe eenzaam voelt. Willen wij dit überhaupt als toekomstbeeld? Ik denk het niet. Ook op dit vlak zou de mantelzorg zo'n goede oplossing kunnen zijn. Ze steunen mensen zowel fysiek als mentaal. Ouderen en jongeren. Ja, u hoorde het goed. Ik zei jongeren. Je bent ook mantelzorger als je zorgt voor je gehandicapte broertje van 11. Maar wat zijn mantelzorgers eigenlijk? Mantelzorgers zijn mensen die hulp bieden en zorg bieden. Zonder deze hulp zouden de mensen die verzorgd worden niet meer thuis kunnen blijven wonen. Dat is best heftig. Nu hoor ik u al denken, dit doen alleen 40-jarigen. Maar dat is zeker niet zo. 1 op de 5 scholieren is naast school, een bijbaan en sport ook mantelzorger. Als ze überhaupt tijd hebben voor een bijbaan en sport. Dit doen ze uit een plichtsgevoel en liefde. Bijvoorbeeld Teersa doet dit. Murmelius, jullie krijgen ook 1 minuut. Ik bedank mijn opponent voor het aankaarten van dus de urgentie van mantelzorg. Want we zijn het er allemaal over eens dat mantelzorg urgent belangrijk is. Wij vinden juist dat deze jongeren mantelzorgers niet betaald moeten krijgen voor hun zorgtaken. Een mantelzorger doet dit namelijk uit liefde. En het systeem werkt al goed. Dus waarom zou iets veranderen wat al goed werkt? Een mantelzorger die verzorgt dus inderdaad, zoals er al mooi is gezegd, voor hun broertje, voor hun zusje, dus voor hun naaste. Ik zou zeker niet betaald willen krijgen om voor mijn broertje te zorgen. Dus waarom zouden andere jongere mantelzorgers dat wel moeten doen? Bovendien is er ook niet aangekaart wat zij vinden dat jonge mantelzorgers zijn. Zijn dat mensen tot aan de werkleeftijd? Zijn dat mensen tot en met 18? Dat zijn dus de jonge mantelzorgers. We gaan terug naar het Dalton. Mijn voorbeeld gaat even over mijn eigen opa en oma. Volgens mij kijken ze nu ook. Ik ben gezegend dat ik ben opgegroeid met een opa en oma. Ik kom er iedere dag van 4 tot 6 om ze te helpen. Mijn oma is 79 en mijn opa is afgelopen jaar 80 geworden. Maar oma heeft last van een rughernia en ze heeft 2 nieuwe knieën gekregen, wat helaas heel slecht herstelt. Opa die heeft hartfalen, waardoor hij ook niet alles meer kan doen. En ik ben er dan ook om ze echt te helpen. Ik doe de was, ik haal boodschappen. Een potje rummikupje met oma hoort daar bijvoorbeeld ook gewoon eventjes bij voor de gezelligheid. Maar wat men ook wel eens vergeet, is dat ik ook een heel druk leven heb daarnaast. Ik zit in mijn eindexamenjaar van het 6 VWO. Ik sport op hoog niveau en ik heb daarnaast ook een bijbaan. En de tijd die ik normaal gesproken bij een werkgever had ingeleverd of aan mijn leerwerk had besteed, lever ik nu aan andere mensen helpen. En ik vind het best normaal dat daar een compensatie tegenover staat. Voor de tijd die ik dus inlever. En natuurlijk, ik doe het uit normen en waarden en omdat ik van ze hou. Maar het zou verdomd lekker zijn als ik er ook een beetje mee verdien. Murmelius. Net als mijn opponent ben ik zelf ook mantelzorger. Ik zorg voor mijn oma. Dat doe ik door de week en in de weekenden. Ik ga voornamelijk met haar wandelen. Ik doe de boodschappen voor haar. En ik speel piano voor haar, wat ik zelf ook leuk vind. En dat vindt zij ook heel leuk. En dat doe ik eigenlijk omdat ik er plezier in heb en omdat ik mijn oma er blij mee maak. Ik doe het voor het goede van de mensheid. En al zou je me geld aanbieden, zou ik dat niet eens willen aannemen. Als je kijkt naar de mantelzorg, kan je het ook vergelijken met het doneren van bloed. Nederland is namelijk het enige land waar je geen geld krijgt voor het doneren van bloed. Het heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het bloed omhoog is gegaan. En daardoor trek je dus bijvoorbeeld bij het doneren van bloed
geen mensen aan die geld willen. Dus geen zwervers of drugsgebruikers en gaat de kwaliteit omhoog. Dit zou ook bij de mantelzorg zo moeten zijn. Ik ga het verhaal van Teersa nog even wat breder trekken. Jongeren krijgen het steeds drukker. We moeten van alles. We zitten van 8:30 tot 3:00 op school, als het al niet later is. Daarna moeten we huiswerk maken, sporten, werken, noem het maar op. En stel dat je net zoals Teersa daarnaast ook nog zorg moet dragen voor een dierbare, of dat nou je opa, je oma of je broertje is. Dit kost heel veel tijd. Tijd die je ook had kunnen besteden door te gaan werken. Dus geld verdienen. Eigenlijk is zorg dragen voor je dierbare dus eigenlijk je baan geworden waar je niet voor betaald krijgt. Terwijl in deze maatschappij het hartstikke normaal is dat jij geld ontvangt voor de tijd die jij afstaat door te werken. Meneer Roemer, u houdt hartstikke erg van uw baan. U heeft er toch ook geen bezwaar tegen dat u hier geld voor ontvangt? Dit is toch in deze situatie precies hetzelfde? Als ik mijn tijd afsta, dan mag daar toch wel wat tegenover staan? Mermelius. Ja, het betalen van mantelzorgers is absoluut niet de oplossing voor de stress van de mantelzorgers. Hoe willen jullie dat gaan faciliteren? Ten eerste is het betalen van mantelzorgers heel fraudegevoelig. Als ik namelijk betaald zou krijgen voor mijn mantelzorg, zou ik morgen bij mijn oma binnenlopen en zeggen: oma, ik doe vanaf morgen de boodschappen voor jou. En dan kan ik lekker mijn geld innen. Dit is absoluut niet wat we willen bereiken. En tot slot, de Belastingdienst. Die moet al deze mensen gaan opsporen. Die moet gaan kijken wie er wel en niet een mantelzorger zijn. En de Belastingdienst staat al op knappen. Dus wij kunnen deze taak niet meer aan hun overdragen. En ook nog, we zitten in een coronacrisis, dus waar willen jullie het geld vandaan halen? Als je iemand al betaald gaat geven voor de mantelzorgtaken, dan moet je ze ook een reëel loon geven. Een reëel loon waarmee ze gewoon iets kunnen en waarmee ze zichzelf kunnen onderhouden. En om dat te financieren, dat is onmogelijk. Dalton. Ik wil graag ook even een voorbeeld geven. Stel je voor, jij bent later ouder en zoals de oma van Teersa kun je niet meer zelf uit bed komen, omdat je bijvoorbeeld een operatie in je knie hebt gehad. Dan heb je iemand nodig die je hulp geeft. Maar zou je liever willen dat dat een wild vreemde is? Of iemand die je dicht bij het hart staat, die veel voor je betekent? Nou, ik denk dat iedereen hier het antwoord wel weet. Tuurlijk zou je veel liever een dierbare hebben, een kleinkind bijvoorbeeld. Maar wat nou als dat persoon een deel van zijn of haar leven moet opgeven om een deel van zijn of haar leven aan jou te geven? Bijvoorbeeld een bijbaantje of het sport op hoog niveau. Dan verdienen ze daar toch wat voor. Dan verdienen ze toch iets om voor hun onbaatzuchtigheid. Dan verdienen ze toch iets voor de beloning die ze jou geven met jou helpen. Want zij geven een deel van hun leven op. Tuurlijk, als ik mijn opa en oma ga helpen, dan wil ik echt niet in één keer geld. Maar als ik dat meerdere keren per week of meerdere keren per dag moet doen, en in de tijd die ik ook aan mijn opleiding had kunnen besteden, dan verdien ik daar toch wat voor. Daarom zijn wij duidelijk voor de stelling: jonge mantelzorgers moeten betaald krijgen voor hun zorgtaken. Scherp in een minuut. En dan het laatste woord nog aan het Mermelius. De opponent benoemt hier dat jullie zijn dus voor de vergoeding voor mantelzorgers. Maar als er dan al geld in de zorg wordt gestoken, waarom dan niet aan professionals geven? De zorgkwaliteit wordt daar veel beter van. En als mantelzorgers gaan zorgen voor hun naasten, dan is dat natuurlijk goed. Dat is natuurlijk fijn. Je hebt iemand naast je die je kent. Maar wordt de zorgkwaliteit daar ook beter van? Is dat het wel waard? Wij denken van niet. Daarom zijn wij voor gewoon geen vergoeding voor mantelzorgers. Oké, dank jullie wel. Dat waren de openingspleidooien. Dan krijgen jullie nu nog 8 minuten vrij debat. Jullie mogen over en weer. En als het op het einde daarvan, dan krijgen jullie ook nog even tijd om een slotpleidooi voor te bereiden. Dus ga jullie gang. Ik vond het enorm mooi dat jij het noemde dat wij dit in de professionele zorg moeten gaan steken. Maar weten jullie wat zich nu afspeelt in de professionele zorg? Er is een enorm grote werkdruk. Deze mensen die worden soms niet goed verzorgd. Mensen lopen de hele dag in hun pyjama rond omdat er gewoon niet genoeg mensen in de zorg zijn. Is het niet vele malen beter als we jonge mantelzorgers juist trekken naar het beroep in de zorg om uiteindelijk de grote professionele zorg te gaan ondersteunen? Dat vind ik een geweldig idee, maar dan geef je de mantelzorg niet betaald, want dan worden het namelijk professionals en dan is het hele idee van de mantelzorger weg. Dan wil ik toch nog eens even reageren op een ander punt dat jullie noemden. Jullie zeggen dat het fijn is om door je naasten verzorgd te worden. Daar ben ik het mee eens. Je voelt je vertrouwd en je kan al je verhalen gewoon kwijt en je hoeft niet je ongemakkelijk te voelen bij iemand anders. Maar ik ben zelf best wel onhandig.
misschien niet met woorden, maar praktisch ben ik erg onhandig. En omdat ik zo onhandig ben, laat ik mijn werk, als ik mantelzorger zou zijn, toch liever aan een professional over. Die kan mijn naasten namelijk echt goed verzorgen. En als mijn naasten echt goed verzorgd worden, dan pas ben ik een blij mens. Mermellius, laten we vooral niet vergeten dat wij een aanvulling zijn op de zorg en geen vervanging van de professionele zorg. Want wij zorgen ervoor dat de lastendruk verminderd wordt die er zich nu speelt in Nederland. Fijn inderdaad dat u benoemt dat wij voor de lasten, voor de verlaging van die druk zijn van de zorg. Maar daarmee, we gaan de zorg dus niet de druk op de zorg niet verlagen. Als dus jonge mantelzorgers gaan betalen voor hun zorgtaken. Ook hebben jullie nog niet gereageerd op mijn punt wat nou precies jonge mantelzorgers zijn. Zijn dat dus die mensen van de werkleeftijd? Zijn dat dus jonge mensen zoals Jay en een van mijn opponenten? Wat zijn dus die jonge mantelzorgers? En wat is nou precies de ernst van deze stelling? Want we hebben altijd al mantelzorgers gehad die dit dus uit liefde doen. En ik denk niet dat zij ineens beter gaan werken dat ze geld krijgen. Oké, om de vraag te beantwoorden. Wat zijn nou jonge mantelzorgers? Op de site van het Rijksoverheid staat dit ruim uitgelegd. Jonge mantelzorgers zijn mensen tot de 24 jaar die helpen in de zorg voor anderen. En de vraag daarop was waarom deze nou betaald moeten worden. Deze moeten juist betaald worden omdat ze hier zoveel tijd in steken. Er gaat tijd weg van hun. Ze kunnen niet naar sport. Hun bijbaan gaat mis. Of ze de tijd nou inleveren bij een werkgever of bij hun eigen oma. Ik zou het antwoord wel weten. Als mijn oma er nog had geweest, dan had ik liever voor mijn oma gezorgd als ik daar de kans voor had. En om Carlijn dan gelijk nog even aan te vullen. Ik heb er ook plezier in om het te doen, maar tijd is geld hier in Nederland. Daarnaast is het ook een poolfactor voor andere jongeren om te helpen. Want als ik bijvoorbeeld zeg, ik krijg betaald. En het hoeft niet zoveel te zijn. Het hoeft niet net zoveel te zijn als dat de professionals hebben. Maar als ik zeg tegen mijn vrienden, ik krijg betaald om met mijn oma te rummikuppen of daadwerkelijk de was te doen. Want ik ben er wel elke dag en ik zorg er wel voor dat ik minder kan werken bijvoorbeeld. Dan ik zeker dat dat een goede poolfactor is voor mijn vrienden om te denken, hey, dat ga ik ook doen. Hoeft niet per se je oma te zijn, maar ook je buurvrouw, want het vermindert ook de eenzaamheid bijvoorbeeld. Het is hartstikke fijn om even bij ouderen langs te gaan. Fijn dat je dus dan inderdaad zegt dat anderen denken van, goh, het is een goed idee om ook mantelzorg te worden. Maar dan krijg je dus, zoals mijn medestander al zei, dat dus de kwaliteit van die mantelzorg verslechtert. Ook werd al eerder genoemd, het woord onbaatzuchtigheid genoemd. Onbaatzuchtigheid is volgens mij dat je iets doet uit liefde voor iemand of voor iets. En dat je dat dus niet doet om geld te krijgen. Ik denk dus dat je juist geen onbaatzuchtigheid hebt en niet het uit alle liefde doet als je juist geld krijgt als jonge zorgmedewerker of mantelzorgmedewerker. Dat je dus dan de kwaliteit verliest van deze zorg. Ja, ik wil hier even nog op aanvullen. Namelijk, waar zit bij jullie de ernst van het probleem? Ik heb de stukken doorgelezen die bij het document gestuurd waren van deze stelling. En daar ging het vooral om het feit dat mantelzorgers het moeilijk vinden om hun zorg te delen. Ze schamen zich eigenlijk voor hun zorg. Dit vind ik ook echt schandelijk. Want mantelzorg moet gewoon openbaar besproken kunnen worden. Maar hiervoor hoeven ze toch niet betaald te krijgen? Ze moeten gewoon zorgen dat ze inderdaad er rustig over kunnen praten. En dat ze inderdaad misschien hulp kunnen krijgen van anderen. Maar het betalen zelf van mantelzorgers is geen goede oplossing. Als het al überhaupt een oplossing is voor het probleem wat jullie schetsen. Ik wil graag Teerse even aanvullen in het eenzaamheidsdeel. Er is een onderzoek geweest van de CBS die uitwijst dat 10% van de ouderen extreem eenzaam is boven 75. En daarbovenop nog eens 33% die redelijk eenzaam zijn. We hebben het nu de hele tijd over zorg, mantelzorg. Tuurlijk, het zit in de naam. Maar mantelzorg bestaat uit meer dan alleen maar zorg geven. Dan alleen maar ervoor zorgen dat opa en oma uit bed kunnen komen. Ouderen kunnen heel eenzaam zijn. Zeker als ze helemaal niks meer zelf kunnen. Dan moet je ze gezelschap houden. Een mantelzorger kan dat gezelschap geven. Die kan dat gezelschap geven, die kan spelletjes met je doen. Die kan dus, zoals Teerse bij haar opa en oma doet, meerdere keren per week komen om jou dat gezelschap te geven. Maar wat nou als dat helemaal niet in je schema past? Wat nou als je bijvoorbeeld sport op hoog niveau, maar je bent bereid dat op te geven voor jouw opa en oma, om hen ook gezelschap te geven? Dan moet je daar toch ook wel iets voor terugkrijgen? Goed inderdaad dat mijn opponent deze eenzaamheid aankaart. Maar hoe vreselijk is het als er iemand naar jou toe komt omdat ze er geld voor kregen en er dus wel tijd voor kunnen vrijmaken om voor je te zorgen. Verder is er dus ook voor deze mantelzorgers, zoals mijn
medestander Anthony al zei, is er ook een plek waar je dus even, als je er geen tijd voor hebt, je zorgvrager kan daar dus in een gezellig in een respijthuis verblijven. Respijthuis hebben we toevallig de eerste hier in Alkmaar. En daarin krijgen dus de zorgvragers vrijwillig ook weer zorg van anderen die ze vol liefde behandelen. Want als dit niet met liefde werd gedaan, dan zouden ze dus hier ook niet gezellig en fijn al een hele tijd willen zitten. Ik hoor nu net ook weer het woord onbaatzuchtigheid, maar ik denk niet dat jullie weten hoe zwaar het wel eens niet kan zijn om zo vaak naar ze toe te gaan. Ik bedoel, het is niet simpel een spelletje spelen. Het is ook echt huishoudtaken doen. Ik geef daar echt dingen voor op. Maar onder andere door mij kunnen zij thuis wonen, omdat er gewoon simpelweg geen plek is in bejaardenhuizen in de buurt. Wij zijn een lastenverlichting voor de zorg. En ik denk dat professionals juist heel blij zijn met wij als mantelzorgers. Want dat betekent dat ze niet 24/7 bij mijn opa en oma zijn, omdat ik ze al help. En ik vind het best rechtvaardig als daar een klein zakcentje tegenover staat. Ja, dan wil ik even nog vragen, hoe willen jullie die mantelzorgers gaan betalen? Want dat jullie ze betalen, dat weet ik. Maar hoe ga je dat doen? Want moeten mensen, als ze mantelzorger zijn, naar de Belastingdienst toe gaan? Moeten ze het opgeven? Hier komen alleen maar problemen door. Het gaat niet lukken. Je kan niet dat al die mantelzorgers in Nederland zeggen, oh, jij krijgt een vergoeding en jij krijgt een vergoeding, jij krijgt een vergoeding. En het past niet. Het kan niet uit onze portemonnee komen, want we hebben andere zaken waar we ons geld aan moeten besteden. En je kan het niet beperken tot alleen de mantelzorgers. Er gaat gewoon fraude plaatsvinden en dat moet je voorkomen. En daarom moet je vervangende zorg zoeken en niet de mantelzorgers zelf betalen. Nou, ten eerste zeiden jullie aan het begin dat het genoeg geld moet zijn om iemand, omdat hij zichzelf kan onderhouden. Maar ik weet niet wat jij betaalt bij een supermarktbaantje bij de Appie. Maar dat is niet genoeg om je huis te financieren of iets. En het mantelzorg, als je jong bent, is dat een verplaatsing voor je 10, bijbaan die je hebt. 9, 8, 7. Ja, zoals de opponent al net heel goed benoemde, je wordt inderdaad afgehouden van je maatschappelijke taken en heb je minder goede bijdrage aan de maatschappij. Okay, ja. Applaus. Geweldig gedebatteerd op het scherpst van de snede. Jullie hebben het persoonlijk gemaakt, jullie hebben het technisch gemaakt, alles zat erin. Complimenten. De oplettende kijker die heeft natuurlijk al gezien dat jullie hier heel anders zitten dan vorig jaar. We zitten allemaal een heel eind uit elkaar. Het C-woord, het is een beetje de roze olifant in de kamer hier. Het moest natuurlijk dat we het hier over gingen hebben. We hebben ons grote moeite getroost om het debat überhaupt nog mogelijk te kunnen maken voor jullie. Dankzij de organisatie, daar zit iemand, is het gelukt om met max 30 mensen hier op 1,5 meter, toch met een jury, niet te veel volwassenen, mondkapje speciaal gedrukt, hier te kunnen zijn. Dus op het einde van dit debat, we zijn bij de laatste stelling, dan moeten we het er natuurlijk wel over gaan hebben. Die coronacrisis, die gaat natuurlijk niet alleen maar over volle IC's, over verloren levens. Die gaat ook niet alleen maar over lange termijn gezondheidsklachten, over een gesloten horeca, failliete theatergezelschappen. Die gaat ook over minder leren in een jaar dan normaal. Die gaat over gemiste feesten. Je leest over studenten zonder introductieweek. Alle verloren in een nieuwe stad, de hele dag op 12 vierkante meter achter een scherm college volgen. Maar wat komt er nog achter de gesloten deuren van de toekomst verder vandaan? De stelling is, de gevolgen van de coronacrisis zetten de jongere generatie op achterstand. Het slotpleidooi. Oh, wat erg. Ja, jeetje. Ik ga veel te snel. Ik ben al bij de volgende stelling. Terwijl jullie nog een slotpleidooi mogen geven. Mijn diepste excuses. Jullie krijgen een paar minuten de tijd om een slotpleidooi voor te bereiden bij de vorige stelling. Die natuurlijk was de jonge mantelzorgers. Die zouden betaald moeten krijgen voor hun zorgtaken. Jullie hebben alle argumenten net gehoord. Zet ze nog één keer kort op een rij en kom met een laatste pleidooi waarom die jongens mantelzorgers wel of juist niet betaald zouden moeten krijgen voor hun zorgtaken. Ik geef jullie even een paar minuten de tijd. Jullie mogen ook briefjes met elkaar uitwisselen. Als je nog een briljante ingeving hebt, bereid het even voor. En daarna krijgen jullie om de beurt de tijd om jullie laatste vuurpijlen af te steken.
Goed, welkom terug. We zijn bij het slotpleidooi. Nou werd er notabene net nog gezegd, ik heb niet te vroeg gepiekt. En dan maak ik de fout om al naar de volgende stelling te gaan, terwijl de vorige nog bezig was. In ieder geval is fijn, Khadija de Karib, de functie is hartstikke veilig, dat mogen duidelijk zijn. Het Murmelius, jullie mogen straks starten en jullie mogen een slotpleidooi van 2 minuten afsteken tegen de stelling over de jonge mantelzorgers. Murmelius. Wauw, wat een ongelooflijk goed debat hebben wij gevoerd met z'n allen. Ik ben echt onder de indruk van ons beiden. We kunnen het over één ding eens zijn. En dat is namelijk dat mantelzorgers een cruciale rol hebben in onze samenleving. Daar zijn we het absoluut over eens. Het enige is dat wij een andere opvatting hebben over hoe we deze mantelzorgers behandelen. Namelijk, jullie vinden dat ze betaald moeten krijgen en wij vinden het absoluut niet. Ik wil nog even onze laatste belangrijkste punten benadrukken. Ten eerste is, jullie hebben eigenlijk helemaal geen antwoord gegeven op wie jullie gaan selecteren voor welke mantelzorger. Hoe gaan jullie een mantelzorger identificeren en dat hij ook echt een mantelzorger is, zodat hij ook het loon krijgt wat hij verdient. Dan wil ik ook nog even zeggen dat, Tirza, jij bent misschien een van de weinige mantelzorgers die inderdaad echt het fijn vindt om voor zijn opa en oma te zorgen. Maar ik denk dat heel veel mensen, als ze betaald gaan krijgen, hier misbruik van gaan maken. Hoe stom dit ook klinkt, ze gaan het gewoon doen. En dit is absoluut onacceptabel. En jullie vinden dat mantelzorg betaald moeten krijgen voor hun zorg. Moeten ouders dan ook betaald krijgen, omdat ze hun kinderen verzorgen? Hun wordt toch ook tijd ontnomen, omdat ze voor hun kinderen moeten zorgen? Maar dan moeten zij worden toch ook niet daarvoor betaald? En tot slot, 8,6% van de mantelzorgers voelt zich overspannen. En dat is relatief weinig als je kijkt hoeveel mantelzorg zal zijn. En als daar nog 8,6% van zich als het ware bedrukt voelt, dus met veel stress. Het probleem ligt niet zozeer bij het betalen van de mantelzorgers, maar het ligt erbij dat mantelzorgers af en toe eens ontlast moeten worden. Bijvoorbeeld in het Alkmaars Respijthuis. Maar mantelzorgers betalen is niet de oplossing voor het probleem wat mantelzorgers hebben. Dankjewel. Dankjewel, Dalton. Jullie antwoord. Dank jullie wel, Melius, voor jullie prachtige slotpleidooi. Wij zijn het inderdaad over één ding eens met z'n allen. En dat is mantelzorg cruciaal nodig is. En dat is vooral omdat de bejaardenhuizen overvol zitten op dit moment. Het is dan ook zeker van toepassing om de mantelzorg daarop toe te passen als lastenverlichting voor de zorg. Want ik denk zelf dat de professionals het onwijs fijn zouden vinden als de druk eventjes iets meer omlaag gaat bij ze. Ik weet dat de moeder van Carlijn zelf in een bejaardenhuis werkt en dat zij er echt over klaagt dat het zo onwijs druk is en zo overvol. En ik denk echt dat wij daarin een verschil kunnen maken met z'n allen. Ik ben onder andere inderdaad iemand die er veel voor zorgt, maar ik vind het dan ook vrij egoïstisch dat je dan zo'n argument benoemt. Ik denk dat mensen daar echt misbruik van maken, want het is ook normen en waarden en je houdt van diegene en daarom doe je het ook. Maar als je daadwerkelijk je school op het spel moet zetten, je sport en je bijbaan, dus de tijd die je voor andere dingen had kunnen inleveren en andere dingen had kunnen besteden, dat er echt wel iets tegenover mag staan. Ik bedoel, wij willen dat allemaal, denk ik wel. En als jij hetzelfde zou meemaken als ik, dan zou je denk ik meer begrijpen wat ik nu zeg, omdat het gewoon echt best wel veel tijd van mij vergt. Daarna, ik vind het echt raar dat je dan, jullie zeggen eigenlijk, nou ja, laat het maar lekker, want het is zeker een poolfactor voor anderen om meer in de zorg te gaan doen. Ik bedoel, de oudere generatie hebben Nederland opgebouwd, hebben de Nederlandse economie voor ons opgebouwd en ik vind het dan ook echt raar om deze te mensen te laten vallen, want ze verdienen het. En natuurlijk, ik doe het uit normen en waarden en omdat ik van ze hou en ik vind het niet erg om niet betaald te worden, laten we dat als eerst voorop stellen, maar het zou wel echt verdomd lekker zijn om het bijvoorbeeld wel te hebben. En ik ben onder andere iemand die ervoor zorgt dat mijn opa en oma thuis kunnen wonen en ik denk dat jullie dat dan ook zeker kunnen doen. En als jullie daar betaald voor krijgen, denk ik dat het ook heel aantrekkelijk is om daarvoor je baantje bij de Albertijn op te geven, om meer in de zorg te gaan doen, om meer te participeren daarin en om de lastendruk omlaag te houden, want het is echt heel extreem nu op dit moment. Daarom zijn wij dus voor de stelling. Wij vinden dat het dus wel moet kunnen. Dank jullie wel. Maakt u thuis maar de balans op wat u ervan denkt. Hier wordt geen besluit genomen natuurlijk. Dan zijn we eindelijk aanbeland bij de stelling waar ik net al zo graag naartoe wilde over de coronacrisis. Er is heel veel
over jongeren en de coronacrisis gepraat. Maar nu mogen jullie zelf het woord nemen over die coronacrisis. Hoe dat jullie raakt en of dat meer is dan andere generaties. De stelling, ik kondigde hem net al aan. De gevolgen van de coronacrisis zetten de jongere generaties op achterstand. Voor de stelling gaat debatteren het Jan Arends College. Daar zitten ze. En tegen de stelling zal gaan debatteren het PCC. Jan Arends, jullie krijgen als eerste de beurt en we gaan weer een minuut om en om. Succes. Nou ja, zoals jullie weten zitten we in coronacrisis. En coronacrisis, wij vinden dat coronacrisis de jongere generatie op achterstand zet. Daar hebben wij een economische en een mentaal gezondheid argument voor. Als mentaal gezondheid, zoals jullie dan hier ook zien, we zitten in een 1,5 meter samenleving. We kunnen niet met onze vrienden gemakkelijk afspreken. Ik persoonlijk heb mijn opa en oma sinds maart niet kunnen knuffelen. Dat zijn toch wel dingen wat ons zeg maar wel beïnvloedt en wat wel moeilijk is. En uit onderzoek blijkt ook dat de depressie tussen de jongeren enorm is gestegen. En als economische argument wil ik benoemen van ja, horeca is dicht. Zoals we weten, horeca is dicht. De bedrijven die moeten heel veel mensen ontslaan omdat ze geen geld hebben. En de overheid moet de bedrijven geld gaan lenen. En wij als jongeren moeten dat later terug gaan betalen. En zoals we allemaal weten, geld komt niet uit de lucht vallen. En dus straks als we moeten beginnen met werken en belasting betalen, staan we al 1-0 achter. En ja, als het PCC dat geen achterstand vindt, ja, dan weet ik het ook niet. Beste mensen, als u de argumenten van de tegenpartij gelooft, zijn er daar dus leerlingen met een achterstand. Ik zit zelf in 4 VWO, beoefen 2 sporten en sta voor alle vakken gemiddeld een ruim voldoende. Wat is hier dan nog van een achterstand? Er zijn ook heel veel meer echtscheidingen vergeleken met de jaren daarvoor. Zo heeft bijvoorbeeld de WODC een onderzoek in 2019 laat zien waaruit blijkt dat 34.000 jong echtscheidingen zijn geweest, waarbij 30.000 leerlingen, of dus kinderen, bij betrokken zijn. Er is een artikel bij Leraren 24, wat een advies geeft aan leraren hoe om te gaan met de verminderde leerprestaties van leerlingen doordat ze ouders hebben die in een scheiding zitten. Dus dit was eigenlijk al een ontwikkeling die al veel eerder gaande was dan wat ik nu hier hoor zeggen van dat het door de coronacrisis komt. Jan Arends, jullie antwoord. Jullie noemden zojuist de echtscheidingen en wat voor groot probleem dat is. Dat mensen hier heel erg door op achterstand komen en dat kinderen hier vooral de dupe van zijn. Wij ontkennen dit niet. Wij zeggen alleen dat ook door corona de jongeren op een achterstand gekomen zijn. Daarnaast hebben wij het onderwijs. Sinds maart heeft ieder van ons online les moeten volgen. En 30% van de leerlingen vond dit fijn. Ik vind het merkwaardig dat 70% dus hieronder heeft moeten lijden. Het MBO en het VMBO heeft hun praktijkexamens niet kunnen doen en moet op 1,5 meter hun praktijk nu gaan doen. En dit is gewoon heel lastig. Daarnaast hebben we nu de mensen die afgelopen jaar een coronadiploma hebben gehaald. De vraag is, hoeveel zijn deze diploma's waard? En daarom zijn wij voor de stelling. PCC. We hebben het hier over de gevolgen van de coronacrisis. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel positieve gevolgen van deze crisis. Want zoals jullie net zeiden over de mentaal gezondheid van iedereen. Dit gaat ook vooruit. Aangezien je bent nu tegenwoordig, je was in quarantaine met je gezin of met je huisgenoten. En hier met deze huisgenoten heb je hierdoor veel betere banden kunnen scheppen. Mensen zijn dichter bij elkaar gekomen door corona. En dit heeft heel veel positieve effecten gehad. Verder zijn er ook heel veel kinderen die hebben geleerd van het online lessen krijgen. Aangezien ze zijn hierdoor veel zelfstandiger geworden. Waardoor ze heel veel dingen hebben geleerd om zelf te doen. Jan Arends. Ik ga als eerst nog eventjes een sociaal aspect behandelen. Nou, mijn zusje die heeft autisme en zij heeft. Oh. Ga verder. En zij heeft in deze coronaperiode heel veel moeite gehad met het sociale aspect. Want ze heeft sowieso al moeite met mensen omgaan, vrienden maken. En er werd dus nu nog erger ingeperkt. Want ze kan moeilijk vrienden mee huis vragen, nu helemaal met corona. En dat is gewoon heel erg ingrijpend. Dat merk je gewoon. Je merkt het gewoon aan haar. Ze wordt er verdrietig van. Het is gewoon bijna sneu om te zien.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de mensen die niet bijvoorbeeld autisme hebben of een andere stoornis. Ik heb er zelf ook heel veel last van gehad. Ik merkte ook toen ik weer op school kwam, al mijn vrienden weer zag. Het was gewoon even wennen. Het was alsof ik ze echt 3 jaar niet meer had gezien. Ik werd helemaal naar van, weet je. En nog terugkomend op wat PCC zei. Ik werd eigenlijk juist in de quarantaine een beetje gek van mijn familie. Want dan zit ik met 5 mensen zit ik in een huis. En dan zitten we met z'n 5 op de bovenverdieping. Iedereen door elkaar heen aan het praten, les aan het geven. Want mijn ouders zijn allebei leraar. Nou, ik werd na een tijdje helemaal gek van al die stemmen in mijn hoofd, hoor. Laten we hopen dat ze niet kijken, Steef. Het PCC. Nou, om nog heel even helemaal terug te gaan naar het eerste argument. Het is natuurlijk heel erg dat je je opa's en oma's niet meer kan zien. Maar sinds wij nu leven in een hele technologische wereld, kun je ze gewoon facetimen. En je kan zelfs langsgaan, bij de deur staan en zeggen, hey, hoe gaat het natuurlijk? Je kan ze opbellen. En als we ook gaan kijken naar het online lesgeven, uit onderzoek blijkt dat eigenlijk maar 18% van de leerlingen een kleine achterstand hebben opgelopen. En deze achterstand heeft niet alleen te maken met de les zelf, maar ook eigenlijk met je eigen verantwoordelijkheid. Want het is jouw verantwoordelijkheid om naar die les te gaan en je huiswerk in te leveren. En er zullen heus leraren zijn geweest die hebben aangetoond van, hey, je bent niet bij de les geweest, je hebt je huiswerk niet ingeleverd, wat ben je aan het doen? Ze proberen dit te ondersteunen, maar aan het eind blijkt het nog steeds je eigen verantwoordelijkheid om dit te doen. Dus het is een beetje raar om dit af te schuiven. En als we het hebben over depressie, het is natuurlijk heel erg, maar je hebt ook tijd om over jezelf na te denken, want je zit thuis. En daarom, dat is eigenlijk wel. Jan Arends, jullie hebben nog een minuut. Yes, ik hoorde net een persoonlijk voorbeeld dat het voor die persoon eigenlijk geen achterstand heeft opgelopen. Maar ik denk dat je naar het geheel moet kijken. Dus er is een grote groep die wel een achterstand heeft afgelopen. En natuurlijk zijn er ook een paar mensen die er wel op vooruit zijn gegaan. En wel hebben geleerd van deze lockdown en wel hebben geleerd van de quarantaine. Maar over het algemeen zijn de mensen er gewoon op achteruit gegaan. En vooral de jongeren. En ik hoorde ook dat er veel positieve gevolgen waren aan de coronacrisis. Ik kan voor mezelf weinig positieve gevolgen bedenken van een half jaar thuis zitten en alleen online school hebben. En over die online school gesproken, je spreekt erover alsof het hetzelfde is als op een echte school. Je zegt dat het goed te doen is om je lessen te volgen en deze verantwoordelijkheid te nemen. Maar we zijn jongeren. Heel veel jongeren hebben moeite met deze verantwoordelijkheid nemen. En deze ook echt je lessen te volgen. Want het is een stuk makkelijker om natuurlijk gewoon in je bed te blijven liggen. En over dat FaceTime gesproken. FaceTime is totaal niet hetzelfde als een fysiek contact of een echte knuffel geven aan je oma. Dus dan kan je wel leuk bellen, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Dat was hem. PCC, jullie laatste betoog. Nou, uit onderzoek van nu.nl blijkt dat in 2019 92% van de scholieren zijn geslaagd. Vorig jaar was het 98,7%. Dus dat is een vooruitgang. Minister Slob geeft ook aan dat de coronadiploma ook gewoon een volwaardig diploma is. U zei dat er geen achterstand was. Dat is maar 18% van de leerlingen die een achterstand heeft. 13% is erop vooruit gegaan. En 60% van de leerlingen zijn gelijk gebleven. Dus dat is niet zo'n groot achterstand van de leerlingen. Dat is maar 18%. Dat kunnen ze via de herfstschool, via andere initiatieven, kan dat gewoon weer worden bijgeleerd, zeg maar, in de vrije tijd van de leerlingen. Yes, dat waren de betogen. Dan gaan we nu over naar het vrije debat. Daarvoor hebben jullie 8 minuten. Veel succes. Even in te gaan op jouw punt. Ik zei niet dat ik mijn opa en oma niet heb gezien. Ik zei dat ik mijn opa en oma sinds maart niet heb kunnen geknuffeld. Ik FaceTime elke dag met mijn opa en oma. Daar ben ik dankbaar voor de technologie die we nu hebben. Maar ik zei dat ik mijn opa en oma niet heb kunnen knuffelen sinds maart. Ik zeg alleen dat er een vervanging is geweest. Het is logisch dat je tijdens corona je opa en oma niet kunnen knuffelen. Dat is natuurlijk heel erg. Maar dit betekent niet dat er geen contact kan zijn. Nou ja, fysiek contact is toch wel wat anders dan achter zo'n scherm. Want dat weten we ook allemaal. Dan wil ik ook nog even wat zeggen. Want Jan Arends geeft dus duidelijk aan dat er wel een minderheid is wat wel een achterstand heeft gekregen. Maar sinds wanneer is de minderheid de meerderheid? Weet je, want dan kan ik ook bijvoorbeeld kijken naar de voetbalwedstrijden waar ook maar 5% van de mensen hooligans zijn. Dan zeggen jullie dus ook, aangezien jullie nu de minderheid de meerderheid noemen, ook dat al die kleine kinderen die met hun ouders naar de voetbalwedstrijden komen kijken ook kennelijk hooligans zijn? Of begrijp ik het nou verkeerd? Jullie noemden 92% is geslaagd. Dit is een vooruitgang.
Maar in hoeverre weet je zeker of dit echt een vooruitgang is? Hebben deze mensen daadwerkelijk meer kennis of hebben ze gewoon een diploma gehaald? Hebben ze een papiertje in hun hand? Dat weet je niet. Daarnaast zeiden jullie ook, minister Slob vindt het een volwaardig diploma. Maar in hoeverre is dit in de praktijk ook echt een volwaardig diploma? Ik bedoel, als jij zometeen je gaat aanmelden voor een studie of ergens gaat solliciteren en zien, oh ja, 2020 coronadiploma. In hoeverre heeft dat voor hen geen vooroordelen? Ik wil nog even inhaken op het punt wat Helena net zei. De minister heeft inderdaad gezegd dat het een gelijkwaardig diploma is. Maar er wordt bijvoorbeeld ook nog steeds etnisch geprofileerd. En dat is misschien te vergelijken met het diploma. Want tuurlijk, iedereen is gelijk. Maar dat wordt misschien met een diploma net zo gezien, met etnisch profileren. Mensen die beoordelen alsnog op wat je bijvoorbeeld in je hand hebt. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo zou horen. Nou, en ik persoonlijk zelf, ik zat voor. Ga naar het PCC. Verder wil ik nog even inhaken op het facetimen en knuffelen. Want waarom zou je nou met elkaar moeten knuffelen als je opa en oma het zelf ook met elkaar kunnen doen? Het is toch geen verschil of jij nou met je opa en oma knuffelt of dat zij het met elkaar doen als het om het gevoel gaat? Dan kan je toch net zo goed facetimen en woorden zeggen? Volgens mij staat er niet op het diploma coronajaar of coronadiploma. Dus ik denk niet dat ze daar echt een probleem van zullen maken als je in een opleiding gaat schrijven. Inschrijven. Ik ben vorig jaar geslaagd voor een MAVO-examen. En ik heb gewoon een normaal diploma en er staat niks bijzonders op. Er staat gewoon een volwaardig diploma. En dan ook nog maar verder intaken op wat iemand zei van Jan Arends, dat in hoeverre is het een echt diploma? En in hoeverre zijn mensen dus ook echt daadwerkelijk geslaagd? Er is in hetzelfde onderzoek dat Arie Slob eigenlijk, waar Arie Slob de opmerking had gezegd, werd ook gezegd dat leerlingen veel meer tijd hadden om te kunnen leren en ook veel beter de toetsen dus begrepen. Dus het heeft niks te maken met of het nou wel of geen echt of nep diploma is. Het is gewoon een echt diploma waar mensen gewoon goed voor hebben geleerd. Jan Arends? Nou ja, zoals je zelf, jullie doen alsof we vorig jaar door corona, omdat de examens weg waren, dat we makkelijker diploma's konden halen. Nou, ik had vorig jaar HAVO 5. Opeens werd ik wakker een dag en toen zei mijn vader, examens vallen af, je hoeft geen examens meer te doen. En daardoor 50% van mijn cijfer, waar ik ook nog op had gehoopt, die viel weg. En ik moest in één keer, in één week, alle cijfers halen. Ik moest daarvoor de 8 halen voor wiskunde, wat veel moeilijker, wat veel makkelijker was als ik nog wel examen had. Dus dat corona eigenlijk geholpen heeft met het halen van diploma, dat is ook niet waar. Wat mijn opponent nu net heeft gedaan is zichzelf tegenspreken. Want hij zegt dus dat het makkelijker is geweest. Terwijl, dat heb je, nee, dat heb je zeker gedaan. Ik zei dat ik in één keer de 8 moest halen, dus dat is juist moeilijker. Het was daarvoor. Maar laat ik verder gaan met mijn punt. Het diploma is precies hetzelfde. Mensen hebben zich nog steeds heel veel werken in moeten leggen. En wat normaal ook gebeurt, uiteindelijk filteren mensen zich eruit. Dit zal waarschijnlijk nu ook gebeuren in universiteiten. Natuurlijk is het zo dat het gewoon een diploma is. Maar dat is een jaar wat anders is gelopen dan andere jaren. Mensen hebben de helft van de tijd thuis gezeten. Natuurlijk staat er niet echt corona-diploma op je diploma. Dat was voor ons ook wel duidelijk. Maar het is meer als een werkgever het jaar 2020 ziet, heeft hij meteen in zijn hoofd, oh, dat schooljaar is anders gelopen. Mensen hebben vanaf thuis gewerkt. De examens zijn veranderd. Dus het is gewoon een ander diploma dan bijvoorbeeld het jaar 2019. Terugkomend op het punt van Jan Arends. Volgens UNICEF is het ook het achterstand van 18%. Dat komt ook door middel van de thuissituatie en de materiële spullen die ze hebben. Bijvoorbeeld een laptop. Niet iedereen heeft een laptop. Niet iedereen heeft een kamer voor zichzelf alleen om te studeren. Ja, precies wat je zegt. Niet iedereen heeft dezelfde faciliteiten thuis om te leren. En daardoor komen dus veel mensen op achterstand. Ook. Maar er is ook hier heel veel aan gedaan. Toen scholen realiseerden dat mensen geen laptops hadden, hebben ze meteen actie ondernomen en gevraagd wie kan er een laptop lenen. Dus er is niet niks aan gedaan. We hebben nu alleen over scholen, diploma's en leerachterstanden. Maar dit is niet het enige wat wij genoemd hebben. Wij hebben ook een economisch aspect genoemd, een mentaal aspect en een sociaal aspect. En deze zijn misschien zelfs nog belangrijker dan het onderwijs. Want daar kunnen we wel eindeloos over discussiëren of een coronadiploma nou wel of niet echt een coronadiploma is. Maar de economische gevolgen, mentale gevolgen en sociale gevolgen gaan daar niet weg van. Nou, als ik eerlijk ben, vond ik het economische aspect heel ver gezocht. Dus daarom vraag ik of je dat misschien nog een keer kunt uitleggen. Nou, zoals ik al zei,
heel veel horeca zijn dicht. Heel veel bedrijven moeten mensen ontslaan omdat ze geen geld hebben. En de overheid moet geld gaan lenen nu aan horeca en dat soort bedrijven. En wij later als jongere generaties die straks gaan werken en belasting betalen, moeten juist meer belasting betalen om het geld terug te betalen. Want geld komt niet uit de lucht vallen. Wat ik dus heel erg duidelijk hoor van Jan Aris is dat ze het hebben over de horeca. Maar dat is niet onze jonge generatie. Ik heb het over straks dat wij het geld terug moeten betalen, niet over het horeca van nu. Maar wat u net zei, dat heeft dus helemaal niks te maken met de achterstand op de jongere generatie. PCC? Nou, omdat ik denk niet dat wij hier uitkomen, dus dan ga ik maar overstappen naar een nieuw punt. We willen het ook vooral hebben over de sociale achterstand die we dus niet hebben opgelopen. Want ik ben van mening dat bijna alles gaat nu over social media. Bijna niemand spreekt meer af in het echt of misschien af en toe. Iedereen appt met elkaar, iedereen belt met elkaar. Dus ik denk dat we daar ook geen achterstand hebben opgelopen. Ik heb nog nooit zoveel gedaan met vrienden van mij in de tijd dat ik in de coronacrisis zat. Nou, ik ben het totaal niet mee eens met wat u zegt over dat je je vrienden niet meer in het echt ziet. Want voordat er corona was, sprak ik elk weekend gewoon met mijn vrienden af. Maar dat kon gewoon niet meer. Het was gewoon niet meer praktisch. Volgens de DVK-opinie heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat jongeren in de coronapandemie veel gelukkiger zijn en veel meer blij zijn met hun leven. Ook bedoelen wij met sociaal argument dat je bijvoorbeeld op scholen niet meer kan samenwerken. Ook binnen het praktijkonderwijs. En samenwerking is hartstikke belangrijk. Ook voor de vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt. Er was juist heel veel samenwerking, ook via internet. En we hebben heel veel gezamenlijke opdrachten afgerond. En dat was hem. Tijd om je te beraden. Op wat je allemaal hebt gehoord, alle argumenten van je tegenstander nog een keer op een rij te zetten om ze straks in het slotpleidooi finaal af te branden. Jullie krijgen een paar minuten om gezamenlijk dat slotpleidooi te gaan voorbereiden. Succes, we zijn zo terug.
Stijn bij het slotpleidooi van de allerlaatste stelling. Sophie, dit is het moment om de laatste puntjes binnen te schrapen waarmee jullie gaan winnen. Ik wil de spanning niet nog hoger maken hoor. Maar 2 minuten heb je. Neem je tijd. Dank u wel. Ik wil nog even teruggaan over het punt wat Jan-Are zei over de economische crisis. Ten eerste hebben we veel erger meegemaakt dan wat we nu meemaken met de economische crisis. Verder, denk bijvoorbeeld dan aan de Eerste Wereldoorlog en de Tweede. En waarom zijn wij nou veel zieliger dan al die andere mensen? Waarom gaat het nu veel slechter? Verder over het sociaal gedeelte wil ik het ook nog even hebben. Want er zijn veel nieuwe middelen en technologie die we gebruiken om met elkaar contact te houden. Bijvoorbeeld FaceTime, gewoon social media. En al dat soort dingen heeft elkaar eigenlijk meer bij elkaar gebracht dan uit elkaar gedreven. Verder met de economie. Moeten we toch heel veel belasting betalen voor de vergrijzing. En verder hebben we natuurlijk heel veel nieuwe banden geschepen via alle sociale media. Dat was het. Dankjewel, Sophie. Dan gaan we over langzamerhand naar Jan Arends. Romello, volgens mij ga jij het woord nemen. Je krijgt 2 minuten voor je slotpleidooi. Yes, wat een heerlijke kans. Het laatste woord van de dag. Hierna heeft niemand meer wat te zeggen. Om te beginnen zal ik daarom mijn slotpleidooi terugkoppelen aan een van de vorige debatten die we hebben gevoerd, namelijk over de complotdenkers. In de coronatijd zaten heel veel mensen thuis. En als je thuis zit, dan ga je op je computer. Mensen die gaan een verklaring zoeken wat corona is en wat ze hiermee willen, wat het doet en waardoor het komt. En zo komen er complottheorieën uit. En als jij het feit dat je in een corona-complottheorie gelooft en dus niet meer in de overheid gelooft, geen achterstand vindt, dan weet ik het ook niet. En vandaag de dag zijn wij hier ook het voorbeeld van een achterstand oplopen. Ik zit hier persoonlijk voor het eerst. Dit is mijn eerste debatwedstrijd en ik vind het leuk. Maar bijvoorbeeld mijn collega Steef daar zo, die zit in VWO 6 en dit is ook zijn eerste debatwedstrijd. En daarom ook waarschijnlijk een van zijn laatste, omdat het natuurlijk gewoon zijn VWO 6 is. En hierna heeft hij niet echt meer de mogelijkheid om debatwedstrijden bij te wonen. En nu is het totaal anders. Je zit opeens 1,5 meter van elkaar. Je bent in plaats van 10, ben je met 5. Je kan hierdoor niet even ondertussen roezemoezen van wat ga je zeggen, wat ga je doen. Je hebt een minder groot team. Hij krijgt dus niet de volledige ervaring van het Alkmaar scholierendebat. Wat er dus voor zorgt dat hij hierna nooit meer de mogelijkheid heeft om wel de volledige ervaring te krijgen. En als je dat geen achterstand vindt, dan weet ik het ook niet meer. Wauw. Ik kan het bijna niet geloven. Dit heeft dus echt uren geduurd, maar het voelt als veel korter. We zijn er doorheen gevlogen werkelijk. Dit was het einde van het debat. Straks gaan jullie horen wie er gewonnen heeft. Welke school naar huis gaat met die felbegeerde prijs. Hij staat daar. Ja, hij staat daar. En er staat er nog één naast. Namelijk voor de beste die beter. Ik heb het geloof ik nog niet eens gezegd, maar we hebben de vertrekkend kampioen hebben we natuurlijk in ons midden, Teerza. Is er iets wat je wil zeggen tegen je opvolger? Misschien ben je het zelf wel. Maar goed, tegen jezelf praten, daar is op zich niks tegen. Ja, vertel. Nou, als je te horen krijgt dat je beste debater van 2019 bent, dan gaat er toch wel een soort gloria door je heen. En ik heb hem prachtig op mijn kamer, op mijn bureau staan. En iedere keer als ik weer naar binnen loop en ik zie die bokaal, dan denk ik echt, wauw, wat een ervaring was dat. Dit is ook mijn laatste jaar, dus ik hoop dat we er wat moois van hebben gemaakt. Ik vond het in ieder geval super goed gaan met z'n allen. En ik ben echt blij dat ondanks corona het zo door kon gaan en dat de organisatie zo goed was. Ik vind het leuk dat meneer Roemer er ook bij is. En nou ja, ik vind het gewoon super fantastisch. En ik hoop ook dat degene die de bokaal gaat winnen hem echt kan waarderen en hem een mooi plaatsje geeft thuis of op zijn eigen kamer. Dankjewel, Teerza. Zwaai nog even naar opa en oma, ze zitten te kijken thuis. Pak de camera. Heel goed. Jury, ik zal jullie nog even ongestoord laten, zodat jullie nog eventjes kunnen beraden op wie nu dit jaar de beste die beter gaat worden en welke school gewonnen heeft. Ondertussen brand ik wel van nieuwsgierigheid hoe jullie het allemaal beleefd hebben. Dus tijdens dit langste VAR-moment, misschien wel ever, voor je gevoel althans, wil ik jullie wel eens even vragen. Je hebt het van tevoren bedacht hoe je tegenstanders gingen reageren. Ik zag jullie af en toe opspringen van, oh ja,
dat debat of dat argument, daar had ik me op voorbereid. Zag ik iemand, jou bijvoorbeeld in de eerste ronde, en pling, ja, die heb ik, I got you now. Waar was het dat je echt verrast werd? Dat je een argument hoorde dat je dacht, oh, jemig, wat gaan we hiermee doen? Kun je je zo'n moment herinneren? Ja? Nou, met kerncentrales vond ik, wij hadden nog helemaal niet nagedacht over de... over het zeespiegel en dat soort dingen. Dus dat vond ik best wel goed. En daardoor, wij vonden het wel moeilijk om daarop te reageren. Nou, complimenten. Wie heeft een ander moment dat hij dacht van, oh jeetje, nou moet ik echt even rekenen. Wat ga ik hier tegenin brengen? Als jullie nou allemaal blijven zitten. Nee, nou, allemaal al, tuurlijk, 3 keer uitgerekend. Ja, nou, oké, vertel me dan maar, wanneer dacht je juist van, oh ja, die. Die heb ik voorbereid. Jij zei volgens mij aan het begin dat je überhaupt maar 2 dagen van tevoren wist. Ik geloofde het niet toen je aan het optreden was, maar je zei dat je 2 dagen van tevoren pas wist. Nou, eigenlijk wist ik het gistermiddag pas. Nou, eigenlijk officieel pas vanochtend, maar ik ben gisteren begonnen met oefenen voor echt dit gedeelte. Maar ik ben zelf in het 8 oktober debat, ik ben opgegroeid met feesten op 8 oktober, met parade. Dus daar had ik wel van dingen waarvan ik dacht, ja, dit kan ik wel. Met dat ook maar zo ontzet, ja, toen dacht precies. Je, oké, laat maar komen. Ja, precies. Heel goed. En waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is wie aan de andere kant van het gangpad heb je nou heel erg bewonderd? Bij wie dacht je, jeetje, oh, wat een goed argument, of wat een moeilijke debatstijl om tegen te debatteren. Wat deed hij het goed? Romello? Het meisje van het PSC in het paars, daar heb ik heel veel respect voor. Licht eens toe, wat deed ze goed? Nou, elke keer weer opnieuw opstaan en ongeveer 7 minuten lang zelf het debat voeren tegen een heel ander team, vond ik best wel knap. Ja, oké. Okay. Anthony? Nou, persoonlijk heeft elk ieder team mij verbaasd. Natuurlijk, als je zo goed voorbereid bent, dan denk je van, we gaan dit rocken en we gaan dit doen. Maar als je dan eenmaal hier staat en je hoort welke tegenargumenten je krijgt, dan denk je, wauw. Ik had me eigenlijk nog veel beter voor kunnen bereiden. Dus super bedankt voor de competitie en ik vond het zelf erg leuk. Wat ik ook zo knap aan jullie vond is, jullie kregen net nog de tip om vuile trucjes te gebruiken. En dat hebben jullie tussentijds wel gedaan, maar toch wel op een manier dat ik dacht, Kamerleden, ik hoop dat jullie zitten te kijken. Want dit is wel een manier om een debat te voeren, zeg. Jeetje mina, echt helemaal uitgemolken. Respect voor je tegenstander, zo kan het ook. Fantastisch. Ik moet toch even 1 zo'n trucje noemen, tenminste waar ik dacht dat ik hem zag. Pepijn, zeg eens eerlijk. Toen bij die ene stelling, ik weet niet meer welke het was, toen was de klok aan het aftellen. Toen zag je de tegenstander popelen om met een laatste argument te komen. Praat je toen de tijd voor om te zorgen dat ze niet meer konden, of niet? Eerlijk, hè? Ja, dat kan kloppen. Ook nog een eerlijk antwoord, wat geweldig. Dankjewel. En nu? Ik kijk even naar de jury. Nee, ze zijn nog aan het rekenen, hoor. Oké, nou, dan gaan we nog eventjes wachten. Toch? Nee, hè? Nee? Oké, nou, dan geven we gewoon jullie nog even tijd. Wie gaat, ik hoorde jullie praten over, dit was mijn laatste, of er komt nog een debatwedstrijd. Wie gaat er nog een debatwedstrijd voeren binnenkort? Wat zeg je? Lagerhuis? Vertel even, wat gaan jullie nog doen? Als de organisatie van Op Weg naar het Lagerhuis net zo goed is als deze organisatie, dan zijn wij bij Op Weg naar het Lagerhuis zijn wij er ook bij. Dus daar hebben we heel veel zin in. Daar maak je een mooi bruggetje naar iets. Nou, Teerza, jij deed het net ook al. Ze zit daar, Sascha, de raadsgriffier. Die heeft inderdaad het er doorheen weten te slepen. Daar was eventjes wat moeite voor nodig, Sascha. Want dit jaar natuurlijk, dankzij corona, was het echt wel heel moeilijk om met zo'n grote groep toch nog iets te organiseren op een veilige manier. Dus Sascha en haar collega, die hebben ontzettend hard gewerkt. Daarachter zit nog een groepje, die hebben gezorgd voor de techniek, die vlekkeloos is verlopen vanavond. Dus mag ik een heel groot applaus inderdaad voor de organisatie die dit heeft mogelijk gemaakt. En achter jullie zitten ze, jullie leraren. Elke keer tussen de rondes door even terug naar de coach voor laatste pointers, laatste tactiekbesprekingen. Ook voor jullie leraren. Geweldig dat jullie dit hebben weer willen organiseren dit jaar. En dat jullie er al die tijd bij waren. Ook voor jullie een groot applaus.
En dan ben ik wel even nieuwsgierig naar hoe jullie het hebben beleefd. Want jullie mochten dit keer helemaal niks zeggen. Je bent niet leraar geworden als je niet van praten houdt. Dus wou ik toch even vragen, hoe heb je het beleefd? Hoe vond je deze middag? Dankjewel. Ondertussen hoor ik in mijn achterhoofd dat de regie op het punt staat mij te vermoorden dat ik je geen microfoon heb gegeven, waardoor dit in de uitzending niet te horen is. Dus ik zal mijn leven nu beteren. Mag ik u ook nog even het woord geven? Kijken hoe trots... Ja, met microfoon. Ik ga hem aan u geven. Vandaar dat ik hier even illegaal over het hekje kom stappen. Hoe heeft u het gevonden? Bent u trots op uw kroost? Ja, want het was de voorbereiding die heel erg geïmproviseerd was. Dus ik ben wel heel trots, ja. Ja. Het is natuurlijk jammer dat de raadsleden niet meededen, inderdaad. Dat is toch was een mooi punt vorig jaar, maar ja, het is niet, kun je alles hebben. Dat is inderdaad omdat het niet kon vanwege corona om de raadsleden hier te hebben. Voor de mensen die vorig jaar niet hebben gekeken of er niet bij waren. Vorig jaar hebben we de raadsleden laten debatteren tegen de leerlingen. Inderdaad lieten ze niet altijd uitpraten, maar ik kan je vertellen dat er wel raadsleden naar huis gingen met oei oei oei, ik geloof dat ik het hier heb verloren vanmiddag. Dus dat was ook schitterend. Laten we hopen dat het volgend jaar weer kan als het lukt met die vaccinaties, et cetera. Is er nog iets dat u uw leerlingen mee wil geven misschien? Kom ik even naar u toe? Of terug wil geven, hè? Feedback? Zonder rode pen? Zeg maar ja, joh. Maar ik ben super trots op ze. Er waren 4 leerlingen die voor het eerst dit jaar aan de debatgroep meededen. Dat had ik helemaal niet verwacht. Het niveau was super hoog. En enorm trots. Echt heel erg goed gedaan. En ook leuk om het een keer mee te maken. Het was voor mij ook de eerste keer. Dus heel erg trots op. Oké, nou die mogen jullie meenemen. Dus dat betekent voor het rapport? Een 8,5. Oké, heel goed. Nou, dan aan u willen we het natuurlijk ook weten. Ja, precies. Volgens mij gaat u afscheid nemen van een aantal leerlingen dit jaar die 2 keer met u mee hebben gedaan. Dus nu ook Teersa en Pepijn hè, zijn er voor het laatste bij. Maar dat is een zekerheidje. Dat gaat altijd wel toch weer heel goed. Maar ja, ik ben natuurlijk trots op Jip, die er sinds echt vanmorgen bij was. En ze doet het alsof ze al jaren daar gestaan heeft. Maar ook Marjolein en Carlijn, sinds een paar weken pas erbij. Die gingen ook als de brandweer vandaag. En ik moet ook wel even bekennen dat, weet je, zij lopen altijd zuur. Ik ben zo zenuwachtig, meneer, vreselijk. Ik ben hier zenuwachtig. Dus ik zit hier altijd met klamme handjes. Om te kijken of alles goed gaat. Maar goed, bovenal overheerst de trots. En we zijn in afwachting van de uitslagen. Precies. Ik begreep dat ze net nog wat beelden wilden terugkijken. Was het nou buitenspel? Was het niet buitenspel? Nog een keer vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Was het binnen of buiten de tijd? Ik zie wat papieren worden opgestapeld. Betekent dat dat we... Ja, jullie zijn eruit? Ik pak even een microfoon voor je. Ik denk dat deze het handigste werkt. Volgens mij staat die aan. Ja, deze doen het ook nog. We hadden nog 2 bonussen te vergeven. Zeker. In ronde 3. En die willen we jullie ook niet onthouden. Waarna mijn zeer gewaardeerde collega juryvoorzitter het grote nieuws gaat bekendmaken. Wie van de scholen gewonnen heeft. En hij heeft mij de eer gelaten om daarna bekend te maken wie in onze ogen dit jaar de eervolle vermelding van beste debater verdient. Maar de 2 bonussen die nog te vergeven waren, dat ging om de beste pitch en beste slotpleidooi. En we waren er eigenlijk wel allebei heel snel uit dat de beste pitch door Anthony is gemaakt. Wauw. Anthony, daar zit hij. Gefeliciteerd. Beste pitch in ronde 3. Ja, en hij had gelijk. Als je als laatste het woord krijgt, dan maak je vaak de meeste indruk. Dus het slotpleidooi was echt bij uitstek voor jou.
Romello, daar zit hij. Gefeliciteerd. Beste slotpleidooi in ronde 3. Nou wordt het nog veel spannender natuurlijk. Dan gaan we richting een uitslag. Hoe gaan we dit doen? Gaan we beginnen bij de nummer 4 en gaan we omhoog? Ik heb nog één bonusje. Dat is voordat we begonnen eigenlijk al verdeeld door jullie introducties. En die bonus is gegaan naar het Dalton College. Yes. Ja, en nu gaan we in de volgorde van eerst de beste groep en daarna de beste individuele debater. We gaan in één keer naar de eerste plaats. Ja? Ja. Oké, daar komt-ie. Nou, jongens, ik zal u niet te veel langer in spanning houden. De uitslag van het Alkmaar Scholierendebat 2020 is daar. Het scheelt maar 2 punten met de nummer 2. Maar de winnaar van 2020 is het Jan Arends College. Jan Arends, gefeliciteerd! Kom staan, hou een beetje afstand, maar kom even naar voren naar de jury. Jullie prijs op te halen. Ja, dat is hem. Laat hem niet vallen. Nee. Gelukkig hebben jullie een mooi doosje erbij gekregen. En nou, jullie komen er vast wel uit waar die precies moet staan. Dat had ik echt niet verwacht. Dank u. Ontzettend gefeliciteerd. Neem hem in ontvangst, zou ik zeggen. En Romello, je had net al het laatste woord. Betekent... Ja, we moeten nog even een foto. Wat Menno, ga jij in het midden? Leg nou een foto op de telefoon van meneer Roemer. Nou, dit is een stijve foto. Nou even flink omhoog, je hebt mij gewonnen. Ik zorg wel dat hij bij jou komt. Ja. Toch even een keertje. Top, hè? Jan Arends, ontzettend gefeliciteerd. Ik hoor de zaal ook al sportief roepen. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Is er nog een laatste, allerlaatste woord, Romello, wat jullie willen delen met de groep? Een dan dankwoord. Dan uiteindelijk de individuele winnaar. Komt zonder je vader, moeder, et cetera. Nou, de keer dat we voor het laatst gewonnen hadden, weten we zelf ook niet meer. Dus we zijn er heel erg blij mee. Gefeliciteerd. Dan hebben we nog een uitslag. Ja, die is echt knap lastig. Die is echt ontzettend moeilijk. Want jullie hebben met elkaar echt zo'n geweldig debat gevoerd. Eén op één zag je gewoon dat er heel veel voorbereiding in zat. Bij de ene zag je wat meer spanning dan bij de ander. Maar ondanks de spanning toch gewoon een fantastisch pleidooi erin gooien. Echt chapeau. Ik vond ook heel goed hoe jullie naar elkaar aan het luisteren waren, elkaar lieten uitspreken om vervolgens ijzersterk met je eigen verhaal te horen. Nou, ik kan je zeggen, daar kunnen ze in heel wat gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamers heel wat van leren. Daar wordt regelmatig door elkaar heen gekwebbeld en als je dan thuis zit te kijken, denk je van ik kan er niks van maken. Iedereen die dit debat, al deze debat heeft gevolgd, die kon zich daar echt in verdiepen. Die kon het echt horen wat jullie argumenten waren. En die kon erover nadenken. Zeggen, daar ben ik het wel mee eens, daar ben ik het niet mee eens. Dus dat in algemene zin. Wat ook heeft meegespeeld is, er waren stellingen bij, dat als je niet van tevoren had opgekregen of je voor of tegen was, dan was je misschien allemaal wel voor geweest. Op dat moment, als je dan voor mag zijn, heb je een voorsprong. Want als je dan vervolgens argumenten moet gaan verzinnen tegen, terwijl je er eigenlijk qua nature voor bent, dan heb je het best wel lastig. En ik heb er gemerkt dat sommigen dat ook moeilijk vonden. Dat ze zaten eigenlijk net aan de verkeerde kant van de streep. En ik zeg je heel eerlijk, dat heeft bij ons bonuspunt opgeleverd. Als je tegen je natuur in toch weet te overtuigen en met goede argumenten weet te komen, ja, dan ben je echt de beter. Nou, dat heeft gemaakt dat wij bij allemaal hebben zitten kijken. Er waren er een paar die bij ons echt uitsprongen. Dat is om de spanning maar een beetje op te voeren. Nu ik het net hoorde, vind ik het niet zo gek dat Terza weer in dat rijtje staat. Nou ja, het is niet voor niks, omdat je het vorig jaar ook al hebt laten zien. Ik hoop dat ik de naam goed zeg. Roos B., dat bedoel ik. Je deed het voortreffelijk. Je viel ook echt op. Vooral ook dat vasthoudende waar het ging over later moeten terugbetalen van een rekening die je al dan niet nu op tafel krijgt. Ja, die viel echt op.
Ook niet zo gek dat, Anthony op dat lijstje staat. Want je had er eigenlijk twee bij die pitch, maar ook in de humor straks. Ja, dat zijn dingen die vallen op. En Shaila, die, en dat zeiden jullie zelf ook al, die zat af en toe een keer aan de verkeerde kant van de streep, maar hield wel vol en je bleef staan en je bleef volharden. En dat is ongelooflijk knap. Niet zo gek dat wij de winnaar uit een van deze vier hebben gekozen. En spannend. We waren er vrij snel uit samen. En de winnaar van het Alkmaar debatwedstrijd 2020 is Shaila. Shaila, gefeliciteerd. Kom even naar voren, kom je prijs incasseren. Van harte gefeliciteerd. Shaila, heb je een laatste woord? Heb je iets voorbereid? Zit er een briefje in je zak? Ja, oh, ze heeft wat hoor. Nou, ze gaat naar de plek. Vertel. Ik wil niet heel onbeleefd klinken, maar het is Shaila. Sorry. Dat ten eerste. En ten tweede, ik ben het helemaal met de heren eens dat Anthony was ook echt super goed bezig met zijn grappige opmerkingen soms. Zijn bijzondere wending bij het Alkmaars Ontzet. Maar dat was voor ons in het voordeel, aangezien we samen aan dezelfde kant stonden. Daarbij, jullie allemaal waren echt geweldig. Ja, het was echt heel leuk om te doen. En dat is hem eigenlijk wel. Ontzettend gefeliciteerd, Shaila. Excuses voor het verkeerd uitspreken. Zal niet weer gebeuren. Jullie allemaal ontzettend bedankt. Ik heb ervan genoten. Het was fijn even uit de grot en mensen in 3D zien. Ik heb ontzettend veel geleerd van jullie. Ik ben geïnspireerd. Ik denk de mensen thuis ook. Dit was hem. Nu rest niets dan het zwarte gat tot het volgende debat volgend jaar. Dank jullie wel allemaal.